Welkom, leuk dat jullie er weer zijn. Mocht je ook gedag gezegd willen worden, volg mij dan. Als je me nog niet volgt, dan krijg je ook een persoonlijke zwaai, speciaal voor jou. Ron, leuk dat je er bent. We gaan aan de slag. Super leuk dat jullie allemaal kijken. Dus, Nietzsche's Übermensch. Wie geeft mij het recht om zo elitair te doen dat ik alleen met de top 1% meest bijzondere mensen wil werken? Hoi Ron. Ik baseer dat op Nietzsche. Nietzsche heeft daar een hele theorie over. Nietzsche stamt uit de 19e eeuw. Het is al meer dan 150 jaar geleden dat hij dat geschreven heeft. Het boek heet Zo sprak Zarathustra. Een Duits, Also sprach Zarathustra. Mijn Duits is niet super goed overigens. Dus neem het niet per se aan dat het zo uitgesproken wordt. Mocht je vragen hebben, opmerkingen, zet het in de chat. Hoe interactiever het wordt, hoe leuker, hoe beter. En nogmaals, volg mij wanneer je ook extra veel aandacht wil. Als je geen aandacht wil, dan volg mij niet. En Nietzsche had in de 19e eeuw heeft hij allerlei slimme dingen gedaan, waaronder het individualisme verzonnen. Tot die tijd waren we veel meer bezig om als een volk op te treden. Hè. Er was ook echt het idee van, je hebt een volk en je hebt Marx daarvoor gehad. Je hebt klasses heb je gehad. En de klassenstrijd hadden we. En dus mensen identificeerden zich heel erg met groepen. En Nietzsche was de eerste die zei, zo'n groep, dat is toch helemaal niks, man. Wat moet je nou in godsnaam met zo'n groep? Je moet lekker als eenling in je eentje, als individu moet je iets van je leven maken. En je moet niet afhankelijk zijn van allerlei dingen in het doen. Ik zie dat ik ons verpakkingsmateriaal ben vergeten weg te halen. Dat vind ik enorm storend, dus die haal ik even weg. Onze kartonnen. Voor alle boeken. Mocht je mijn boeken nog niet hebben besteld, bestel mijn boeken gerust. Het neurogramhandboek en het ABC-NLP-handboek. Dan versturen we dat naar je toe. In een van de kartonnen die ik net weggehaald heb. Dus, Nietzsche, die heeft individualisme uitgevonden. En vandaag de dag hoor je nog vaak over dat we een doorgeslaagd individualisme hebben. En dan zeggen ze eigenlijk, ja, we zijn te veel aan het luisteren naar Nietzsche. Nietzsche heeft super grote invloed op onze westerse maatschappij gehad. Als je het vergelijkt ook hoe wij nu omgaan hier in het Westen met de coronacrisis ten opzichte van hoe ze in het Oosten, in Azië omgaan met de coronacrisis. Nietzsche heeft heel weinig invloed op het Aziatische denken gehad. En in Azië zijn ze veel meer bezig van wij als volk moeten gewoon met z'n allen braaf doen wat de regering zegt, zodat we de problemen kunnen oplossen. Maar in het Westen hebben we echt zoiets, wij zijn individuen, we hebben onze persoonlijke vrijheid, wij maken het allemaal zelf wel uit. Allemaal de schuld van Nietzsche en zijn idee van het individualisme. Maar, en dat is ook heel belangrijk, Nietzsche's individualisme wordt heel vaak verkeerd uitgelegd, verkeerd begrepen. Natuurlijk op zijn allerergst door de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. Die gebruikt ook Nietzsche om zijn elitaire verhaal te verkopen. Maar ik zal laten zien in deze stream dat dat nergens op sloeg. Die hebben echt het tegenovergestelde gedaan waarvan Nietzsche eigenlijk wilde. Dus wat wilde Nietzsche nou wel? Nou, dat boek Also sprach Zarathustra is eigenlijk een reactie op zijn eerdere werk. Hij heeft eerst een boek geschreven dat heet Menselijk al te menselijk. En daar ging hij in vertellen alle dingen die mensen fout deden. Dat is een heel dik boek. En daar staat in alles wat mensen fout hebben gedaan. Daarna schreef hij een boek Dageraad. Dat is als ware alsof de zon weer opkomt na de donkere nacht van alles wat mensen fout hebben gedaan. En daar begint hij al de eerste positieve dingen te doen. En dan heeft hij nog een boek geschreven, Vrolijke Wetenschap. En dat is eigenlijk een soort prachtig aspiratieboek wat laat zien wat wij mensen voor allemaal goede dingen kunnen doen. Dus hij zei eerst, dit doen mensen fout. Maar we kunnen ook die ellende achter ons laten. En dan kunnen we deze mooie dingen gaan doen. En hij dacht, nou, dan heb ik gewoon een schitterende handleiding geschreven voor hoe mensen hun leven te leiden. Maar wat gebeurde er? En niemand kocht zijn boeken. Die paar mensen die zijn boeken wel kochten, die lazen ze niet. En die paar mensen die het ook nog lazen, die begrepen er niks van. En die gingen allemaal verhalen vertellen over hey, Lord Lanto, tof dat je er bent en tof dat je volgt. Dus die gingen allemaal verhalen vertellen over wat Nietzsche zogenaamd zou zeggen.
Maar Nietzsche luisterde naar die verhalen en dacht, ja, dat is echt het tegenovergestelde van wat ik probeer te bereiken. Dus dat was hem heel erg tegengevallen. En dat is ook de reden waarom hij zich afkeert van die massa. Hij denkt van ja, als de massa weigert om mijn boeken te kopen en dan ook weigert om ze te lezen en weigert om ze te begrijpen, dan heeft het geen zin om met die massa bezig te gaan. Nee, ik ga als individu, ik ga als eenling, ga ik aan de slag. En dat boek, aldus sprak Zarathustra, of zo sprak Zarathustra, dat is dan ook het verhaal van zijn ontwikkeling als individu. VK Siemens, tof dat je er bent, VK Siemens, leuk om jou weer te zien. Wat werd meestal verkeerd begrepen van Nietzsche? Nou, om te beginnen, bijna alles. Nietzsche is echt. Kijk, Nietzsche is heel erg een buitenbeentje. Hij zet zich af tegen conventionele ideeën. En die is heel revolutionair en onconventioneel. En dat betekent dat als normale, gemiddelmatige mensen, ook als ze professoren zijn bij universiteiten, als die zich bezighouden met Nietzsche uitleggen, dat er gewoon altijd een heel erg een soort conventioneel verhaaltje komt. Er zijn maar heel weinig mensen die daadwerkelijk Nietzsche lezen. Zoals ik wel de hele academische filosofische bagage heb. Ik heb drie jaar zelfs, eerstejaars lesgegeven in filosofie op de Universiteit Utrecht. Dus ik heb de hele opleiding filosofie genoten. En dus ik heb dan wel de bagage om het te kunnen uitleggen. Maar tegelijkertijd heb ik ook mijzelf een positie verworven waarbij ik heel controversieel ben, onconventioneel en dingen heel anders doe als de rest van de wereld. En dat zorgt, in mijn beleving, nogmaals, dat is mijn beleving, maar dat zorgt ervoor dat ik gewoon een perspectief heb dat veel meer gericht is op wat Nietzsche ook meemaakte. Maar het meest fout begrepen is de Übermensch, hè? Om maar eens wat te noemen. De nazi's die dachten, wij zijn de Übermensch, maar ik ga vandaag duidelijk maken dat dat A nergens op sloeg, maar B dat het, wij mensen ook überhaupt nooit de Übermensch kunnen worden. Dus dat ga ik zo meteen allemaal uitleggen. Maar ja, heel veel is verkeerd begrepen van Nietzsche. Dus we hadden dit boek, Zo sprak Zarathustra, en dat is een soort, zelfs een beetje fictieachtig, een beetje een sprookjesboek. Het is een soort. Het was zijn ver. En nog een vraag: wordt het nu wel op de universiteit goed begrepen? Nou, het is niet zozeer dat het verkeerd begrepen wordt, want wat ze daar zeggen, dat zijn ook hele goede dingen. En daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. Ze wijzen op hele interessante punten. Desalniettemin is het theoretisch begrijpen is één ding, maar daarna leven is een heel ander ding. En een van de uitspraken van Nietzsche was dan ook, hij zegt, oké, je hebt een mooie filosofie bedacht, beste professor, maar kun je jouw filosofie ook leven? Nietzsche vond het heel belangrijk dat mensen leefden zoals hun filosofie was. En dat als je, stel dat ik een heel verhaal zou hebben, filosofisch, over waarom het heel erg goed is om een buitenbeentje te zijn, en heel goed is om onconventioneel te zijn en tegen de massa in te gaan. Stel dat ik dat allemaal zou beweren, maar vervolgens achter de massa zou aanrennen en gewoon een heel erg conventioneel karakter zou zijn, dan zou ik het misschien wel correct hebben verteld op een theoretisch niveau. Dat is eigenlijk wat op de universiteiten gebeurt. Maar dan ben ik het niet de filosofie aan het leven. Nietzsche is echt iemand die zegt, ja, professoren op de universiteiten, dat zijn filosofieonderwijzers. Maar dat zijn geen filosofen. Filosofen zijn iemand die bedenkt iets. En het is alleen goed als je iets bedenkt. Alleen wat je bedenkt is goed. Wanneer je ook daadwerkelijk je leven kan leiden op de manier zoals jij filosofeert. Nou, en dat gebeurt gewoon praktisch niet op de universiteiten. Dat is ook een van de redenen waarom ik veel liever hier naar jullie stream dan een college geef op de universiteit. Want op de universiteit, dat is allemaal veel te theoretisch en wordt niet de filosofie die ze daar onderwijzen ook daadwerkelijk doorleeft. Terug naar Nietzsche, of naar het boek, hè? Dus Zo sprak Zarathustra, dat is een soort sprookje. En wat Nietzsche wilde, Nietzsche had al in het vorige boek, De Vrolijke Wetenschap, had hij God dood verklaard. Had gezegd, God is dood, helaas, dat is jammer. Dus we moeten ophouden de Bijbel te gebruiken om zingeving te vinden. Maar, en dat gaat het boek ook over,
die zegt van ja, we kunnen, en je kan natuurlijk wel God afschaffen door te zeggen God is dood, einde God, God is dood, helaas. Maar wat dan? He, betekent dat dat iedereen dan gewoon vanaf nu denkt, oh, God is dood, nou, dan leef ik er lekker op los. En de kans is groot dat Nietzsche dat wel graag wilde. Hij was wel een vrijbuiter die graag wilde dingen deed. Maar Nietzsche zag ook wel dat dat heel onwaarschijnlijk was. Dat als je de Bijbel weghaalt bij mensen door God dood te verklaren, dat ze dan in principe gewoon doorgaan met in God geloven. En niet enkel het feit dat jij de Bijbel weggehaald hebt of God voor dood verklaard hebt, dat ze dan stoppen met het christelijke geloof. En dat betekent dat Nietzsche als het ware een nieuwe Bijbel wilde schrijven met nieuwe vertellingen, alla de Bijbel. En dat is dat boek Zo sprak Zarathustra. Dat is in principe een boek waarvan Nietzsche van uitging, nou, dat boek dat gaat de Bijbel vervangen. En het interessante is, in de Eerste Wereldoorlog was dat boek, Zo sprak Zarathustra, was het nummer 2 meest gelezen boek in de loopgraven. Met name aan de Duitse kant moet ik toegeven. De Bijbel was het nummer 1 het meest gelezen boek, maar nummer 2 was het boek van Nietzsche. Er zijn vooral soldaten die vonden Nietzsche een erg oorlogzuchtige filosoof. Die vonden dat een mooie boeken, mooie taal om mee aan de slag te gaan. En dus waar gaat het boek zo sprak Zarathustra over? Nou, we hebben Zarathustra, dat is een bergheilige, die lijkt op Zoroaster. Dat is echt een beroemde heilige van een paar duizend jaar geleden. En die doet hij na, maar dat is natuurlijk gewoon een soort karakter die eigenlijk niet jezelf is. En die heeft 10 jaar lang op een berg gewoond. Elke dag heeft hij de zon aanbeden, heeft hij gemediteerd. Nou, dan hoor je al dat elke dag een meditatie doen super handig is. Dus vandaar dat we de podcast invloed vergroten hebben. Waarbij je daadwerkelijk elke dag een hypnotische meditatie krijgt. Dus mocht je nog niet elke dag een meditatie doen, ga luisteren naar de podcast invloed vergroten. En dan ga je net als Nietzsche, kan je 10 jaar op een berg zitten, genieten van de zon, zoals Nietzsche dat beschrijft. Maar na die 10 jaar heeft hij zoiets van, nou, ik ben zo slim geworden, zo wijs geworden, ik weet zo verschrikkelijk veel over hoe alles in elkaar zit. Ik wil het volk verlichten. Ik wil zorgen dat de mensen, niet alleen ik, maar ook de massa, mijn boodschap krijgt. En opnieuw, dit is dus puur Nietzsche die over zijn eigen ervaring schrijft. En die zegt, ik had die mooie boeken geschreven, Menselijk, Al te Menselijk, Dageraad en De Vrolijke Wetenschap. En dat is een heel prachtig afgerond geheel, prachtig voor mensen om te bestuderen. En ik wil dat gaan geven aan het volk, aan de massa. En dan zegt hij, maar hij woont dus in zijn eentje boven op die berg. En dan gaat hij, en dan noemt Nietzsche dat heel bewust, hij gaat onder. Dat wil zeggen, hij gaat naar beneden. En dan zou je zeggen, nou, hij klimt van die berg af, het daalt af. Maar Nietzsche noemt er heel erg bewust het woord ondergaan. Waarom? Omdat het zijn ondergang is. Letterlijk, in de zin dat hij naar beneden gaat. Maar ook dat het helemaal fout afloopt. Want hij komt aan uiteindelijk in een dorpje waar hij zijn boodschap wil verkondigen. En wat is dan de boodschap die hij wil verkondigen? Hij zegt, nou, de boodschap die hij wil verkondigen is, wij mensen hebben geen doel. Wij zijn in principe gewoon doelloze wezens. Ons leven is betekenisloos. En wij moeten onszelf een doel geven. En de mensheid als geheel heeft zichzelf nog geen doel gegeven. En om die reden is het zo dat dat mens allemaal stomme fouten maakt. Dus hij zegt, we moeten een doel verzinnen. We moeten gewoon voor de hele mensheid een doel verzinnen. En om te zorgen dat wij niet alleen als individuen een doel krijgen en betekenis geven aan ons leven. Maar dat we ook als maatschappij en als planeet, alle mensen die op de planeet wonen, dat we met z'n allen naar één doel toe werken. Dat is zijn grote plan. En dan heeft hij natuurlijk een doel bedacht. Want hij zegt niet alleen maar dat we een doel moeten hebben, maar hij heeft dan ook een voorstel voor een doel. Hij zegt, ja, ik heb erover nagedacht. Ik heb 10 jaar gemediteerd. Ik ben erachter gekomen. We moeten als doel stellen de Übermensch. Dus hier hebben we de introductie van de Übermensch. En daarvoor is het dus heel belangrijk om je te beseffen dat het Übermensch een doel is, wat verzonnen is door Nietzsche, of in de vorm van Zarathustra, om ons een doel te geven, zodat we als mensheid met z'n allen een en dezelfde kant op werken, in plaats van elkaar lopen tegen te werken.
Maar, en dit is dus belangrijk, dit is alleen maar een voorstel van Nietzsche. En Nietzsche zelf zegt ook al van ja, je kan van alles nog wat verzinnen. Ik heb toevallig de Übermensch verzonnen. En daar hoor je al bij dat de Übermensch dus niet heilig is. Dat de Übermensch is alleen maar een optie, een mogelijkheid. En ik ben het toevallig met Nietzsche eens, maar ik ben ook een Nietzscheaanse filosoof. Dat dat een hele goede optie is en dat een heel goed doel is om voor te kiezen. Ik hoop ook jullie te overtuigen allemaal voor de Übermensch te gaan. Welkom Jaap Hamburger, leuk dat je volgt. Mocht je mij nog niet volgen, doe dat alsjeblieft. Want hoe meer mensen mij volgen, hoe meer ik gemotiveerd raak om dit soort streams te maken. En dan kunnen we met z'n allen, met alle viewers, kunnen we de Übermensch maken. Dus wat is de Übermensch dan? De Übermensch, als doel waar we als mensheid aan kunnen werken, is om de evolutie te versnellen, zodat de opvolger van de mens sneller op aarde komt. En dit is gewoon heel goed om even heel goed tot je door te laten drinken, even goed door na te denken. Dus wat zegt Nietzsche? Nietzsche zegt, nou, we hebben de evolutie, die was in de 19e eeuw ontdekt door Darwin. Daar was Nietzsche een heel grote fan van. En hij zegt, nou, we hebben de evolutie gehad, die hebben we een tijdje gehad. We hebben, weet ik veel, krokodillen gehad, en dan hebben we apen gehad, en dan hebben we de mens. En wij mensen doen alsof we het eindstadium van de evolutie zijn. Wij doen alsof wij het, zeg maar, dat het een soort piramide is, en dat die piramide eindigt in de mens. En dan zegt Nietzsche, ja, dat slaat nergens op, want de evolutie gaat gewoon door. Er is geen eindpunt aan de evolutie, evolutie gaat gewoon door. Als we beginnen met krokodillen, dan apen, dan mensen, dan gaat er een wezen komen wat de mensen opvolgt. Ja, op een gegeven moment sterven mensen uit. En hebben, of hoeft niet per se uit te sterven, zullen we zien. Maar in ieder geval komt er op een gegeven moment komt er een nieuw wezen. En die als het ware de opvolger is van de mens. Dus als je kan zeggen dat de apen de krokodillen opgevolgd hebben. Het is even evolutietheorie en je hebt een Janneke verhaal. Het is allemaal veel ingewikkelder. Maar heel basis, de apen hebben de krokodillen opgevolgd. De mens heeft de aap opgevolgd. En de Übermensch, dat is gewoon letterlijk de volgende stap in de evolutie, die gaat de mensheid opvolgen. En dat is heel makkelijk te begrijpen, ondanks dat heel veel mensen daar heel moeilijk over doen. Om de eenvoudige reden dat Nietzsche letterlijk zegt, zodra de Übermensch er is, dan zal de Übermensch naar ons kijken, naar ons mensen, zoals wij mensen kijken naar de apen. Dus je had eerst apen, dan had je de mens, dan heb je de Übermensch. En wij mensen kijken naar de apen als zijnde, hey, een beetje primitieve beesten. En dat zijn onze voorouders, maar hoe zeg je dat? In ieder geval de wezentjes die aan ons vooraf gegaan zijn. Wij waren ooit apen en zijn we mens geworden. En de Übermensch kijkt op die manier terug naar, hey, we waren ooit mens. Maar we zijn daarboven uitgestegen, we zijn verder gekomen. En we zijn de volgende stap in de evolutie. Dus dat betekent dat wij mensen never, nooit, niet Übermenschen kunnen worden. Want dat zou het hele verhaal onderuit halen. Dan zouden we nog steeds in diezelfde stap zitten van evolutie. Nee, er bestaan nog geen Übermenschen. De Übermensch gaat ooit komen. En het idee van Nietzsche, als Zarathustra is dan, laten we nou als mensheid gewoon de evolutie een handje helpen en zorgen dat die dus volgende stap er sneller is. Want wij mensen zijn zo primitief, wij zijn heel erg achterlijk, we zijn maar half ontwikkeld. Laten we nou met z'n allen ons best doen om te zorgen dat die opvolger van de mensheid, de Übermensch, dat die daadwerkelijk ten tonele verschijnt. Waarom zouden we nog een paar duizend jaar op wachten? Nou ja, evolutionaire tijden gaan overigens heel langzaam, ik zeg een paar duizend jaar. Maar het kan zomaar 100.000 jaar zijn, of misschien nog 200.000 jaar, misschien wel een miljoen jaar. Dus we weten niet hoe lang het duurt voordat de Übermensch er is. Maar we kunnen misschien activiteiten vertonen om te zorgen dat hij er komt. Nou, ik vind dat geniaal bedacht. En zeker in de 19e eeuw al, dat is 150 jaar geleden had hij dit al bedacht. Maar vandaag zien we ook, vandaag de dag zien we ook die eerste tekenen van de Übermensch verschijnen. Ik noem jullie AI, kunstmatige intelligentie. Wie van de mensen die hier aan het kijken zijn, is bang voor kunstmatige intelligentie? Wie denkt dat er een soort Skynet komt, à la Terminator, en waar, of de Matrix, dat er een soort robotten komen die ons als mensheid verslaan? Ja.
Zou je, dat zou typisch een opvolger kunnen zijn, een kunstmatige intelligentiecomputer à la Terminator of à la The Matrix. Dat zou een voorbeeld zijn van de Übermensch. Ik hoop op cyborgs. Ik hoop dat we in staat raken om ons lichaam steeds meer te vervangen door allerlei robot- en computeronderdelen, zodat je langzaam omgebouwd wordt tot cyborg. Nou ja, als cyborg kan je waarschijnlijk veel meer dan een normale mens. Dus dan kan je ook zeggen, de cyborgs, dat zijn de Übermenschen. Maar wij mensen, wij kunnen niet anders dan met de wij kunnen niet anders dan naar de Übermensch kijken. Als zijnde, dit is onze opvolger, en zijn nooit wij. Het gaat goed, we zijn bezig met een stream over Übermenschen. Althans, over de opvolger van de mensheid, de Übermensch. En hoe beschrijft Sarah Soestra dat daar in dat dorpje waar hij dus de massa wil overtuigen van dit verhaal? Hij beschrijft dat en die mensen die zeggen, ja, in het ons geen reet. Vinden we totaal oninteressant, totaal niet boeiend. We hebben totaal geen zin in die Übermensch te helpen. Waarom zouden we dat doen? Hè? De apen stoppen wij in dierentuinen. Ja, als de Übermensch komt, hè, als die kunstmatige intelligentie supersnel wordt en superslim wordt, à la de Matrix of als de Terminator, ja, dan loopt het heel slecht af met ons mensen. Dus waarom zouden we dat doen? En wat Sarah Soester of Nietzsche dan doet, is het op een andere over een andere boeg gooien. Hij zegt, oké, kennelijk willen ze niet zoiets moois als de Übermensch helpen creëren in de wereld. Daar hebben ze geen zin in. Laten we dan maar iets anders gaan doen. Laat ik dan maar ze bang maken. Dat is een beetje zoals onze overheid probeert de coronamaatregelen doorheen te drukken, door ons bang te maken. Dat dacht Sarah Soestra ook. Ik ga het volk gewoon bang maken. En ik ga ze bang maken met iets wat hij de laatste mens noemt. Dus de Übermensch, dat is de volgende stap in de evolutie. Maar voordat we die hebben, dan hebben we daar nog een soort tussenfase. En dan hebben we iets wat hij dan de laatste mens noemt. En de laatste mens, en dan beschrijft hij in de 19e eeuw, zo'n beetje 150 jaar geleden, beschrijft hij eigenlijk hoe ons leven er vandaag de dag uitziet. Dus hij zegt, nou, de laatste mens die werkt wel, want anders zou hij zich vervelen. Dat is ook zo vervelend. Maar die hoeft niet echt te werken en hoeft ook niet hard te werken. Hè. Natuurlijk in de 19e eeuw, 150 jaar geleden, moest je 7 dagen per week werken. 12 tot 15 uur per dag. Dus dan heb je een werkweek van nou, tussen 100 en 150 uur per week. Dus het idee van een 40-urige werkweek, dat zou voor een 19e eeuws persoon klinken als wow, dat is relaxed. En dat biedt Nietzsche aan, maar hij wil dat uitleggen als dat is toch het allerverschrikkelijkste wat je kan voorstellen. Dat je gewoon een heel gezapig leventje hebt. Hè, dat je 40 uurtjes per week werkt. Omdat, ja, als je werkeloos bent, ja, dan verveel je heel erg. Dat is ook heel erg suf, dus dan ga ik maar een beetje werken. En je hebt wel emoties, maar geen hele overweldigende emoties. Het is allemaal een beetje, ja, ik voel me wel lekker vandaag. Ja, het gaat wel lekker. Hoe gaat het? Ja, fijn. Oké, mooi. Het is allemaal heel gezapig, helemaal heel saai. Mensen hebben nog wel een beetje oorlogjes, maar het is meer, weet je, poef, poef, poef. Oké, nou, hou me op, ja, hebben geen zin meer in. Het is allemaal heel slapjanische gedrag. In mijn beleving, gewoon bijna precies, dat is natuurlijk nooit helemaal precies, maar het lijkt echt verdacht veel hoe wij vandaag de dag in het Westen leven. Het is heel anders in Rusland, het is heel anders in China. China en Rusland, die hebben volgens mij een strategie, dat heb ik niet bedacht, maar heb ik van een Chinese schrijfster gehoord, of gelezen bij haar. Die zegt, ja, die proberen het Westen in slaap te sukkelen, die proberen van het Westen allemaal slapjanissen te maken, dat ze allemaal het niet meer aankunnen. Ik hoorde van ook deze week weer allemaal Westerse mensen zeggen, of Nederlanders, die zeggen, ja, nee, Rusland gaat niet aanvallen. Dat is allemaal veel te pijnlijk, er gaat veel te veel mensen dood, daar hebben we geen zin in. Nee, daar hebben wij geen zin in, wij kunnen dat emotioneel niet aan. Maar de Russen en de Chinezen kunnen dat natuurlijk allemaal prima wel aan, want die zijn veel harder dan wij, die zijn veel meer gehard. Die hebben niet dat hele softe van de laatste mens. Dus in mijn visie is het zo dat Nietzsche dat heel goed voorspelt. Hij zegt, nou, de Übermensch, we hebben geen Übermensch, dat zou de volgende stap in de evolutie worden, maar we hebben wel een soort laatste mens, dat is nog zeg maar de laatste versie van de mens
voordat we afscheid nemen van de mens en de volgende stap krijgen. En hij beschrijft dat en eigenlijk ons leven als heel geslapige slapjanussen, die allemaal een beetje, mijn vrijheid wordt afgepakt, want ik moet met een QR-code een restaurant in. Oh, ja, in China als je ziek bent, wordt je voordeur dichtgelast en dan krijg je je eten gedropt door de brievenbus. Ja, dan moet je je voorstellen in Nederland, hè, dat we bij iedereen die ziek is, gewoon de voordeur dichtlassen. En zodat hij letterlijk zijn huis niet meer uit kan. En dan gewoon boterhammen door de brievenbus naar binnen gooien. Stel dat dat zou gebeuren. Moet je dan hoe hard mensen dan zouden gaan gillen. Over hoe verschrikkelijk het allemaal is. Hè, dus nogmaals, in China en Rusland hebben ze een veel harder leven. Zijn ze veel meer in staat om te incasseren. En wij Nederlanders, of wij Westelingen. Het is niet alleen Nederland natuurlijk. Wij zijn veel te soft geworden. Wij zijn veel te zacht geworden. Wij zijn in slaap gesukkeld. En wij zijn slapjanussen die nergens meer tegen kunnen. En dat is op die manier probeert Nietzsche, of Zarathustra, dat is natuurlijk een en dezelfde, die probeert ons op die manier angst aan te jagen. Zodat we dan toch maar gaan voor die ubermensen. Dat je dan maar niet die laatste mens hoeft te hebben. Dat is het allerverschrikkelijkste. Maar hoe het gebeurt er, is dat mensen vinden dat natuurlijk geweldig. Die denken, wow, ik hoef geen 150 uur per week te werken, maar slechts 40 uur. En ik krijg gewoon een televisie en ik kan de hele dag op de bank hangen en een beetje zappen. Geef mij dat leven! Dus dan zeggen ze tegen Nietzsche, moet je luisteren Nietzsche, of Zarathustra. Als jij ervoor kan zorgen dat wij een leven krijgen als dat laatste mens, dan gaan wij voor jou die Ubermensch regelen. Dan werken we wel mee in jouw plan. En dus in plaats van dat ze bang worden van het verhaal van het laatste mens, denken ze van, nou, dit is een mooie belofte, hier willen we naartoe. En nou, dat is ook helemaal uitgekomen. Hè? We hebben nog geen Ubermensch gekregen. Maar je kan wel zien dat de mensheid richting de laatste mens gegaan is. Deze mensen hebben geen oren die mijn verhaal kunnen horen. Ze hebben het verkeerd soort oren. En ze willen alleen maar horen over hoe gezapig en slapjanig hun leven kan zijn. En ze hebben helemaal geen zin om hard te werken en pijn te lijden en er iets van te maken van hun leven. Hij wil afscheid nemen. Nou, dat is een heel drama. Er gaat nog iemand dood. Althans, hij is stervende. En die neemt Zarathustra daar mee. Ik zal je de details besparen. Ik heb een boek geschreven. Ubercoach. Wat het allemaal helder uitlegt. Ik ben er ook erg trots op. Dat het opgenomen is in de Nietzsche bibliotheek in Duitsland, ook als mijn andere boek over Nietzsche overigens, Neurosofie. Daar is Ubercoach. En je kan zien, ik kan het niet zien, want de details zijn te klein. Maar dit is iemand uit Azië. Ik ga ervan uit dat de Ubercoach ontstaat in Azië. En als je heel goed op haar ogen let, dan zie je dat er allemaal computerchips in haar ogen zitten. Omdat zij al een cyborg is en haar hele brein vol zit met computerhardware. Je kan wel op de achtergrond zien. Op de achtergrond zie je al die computerchips ook al verbeeld. En mijn idee is dat cyborgs of kunstmatige intelligentie de Ubercoach worden ook, maar ook de Ubermensch worden. Nietzsche neemt afscheid van het volk en van de massa van het volk. En hij sleept dat lijk mee en dan zegt hij ook iets wat heel belangrijk is, namelijk, ik wilde op zoek naar volgelingen. Ik had 10 jaar gemediteerd boven op een berg. Ik wilde de massa bereiken. Ik wilde dat iedereen mij ging volgen. Ik wilde volgelingen. Dus volg mij hier op Twitch. Nou, dat zei hij niet. Hij zei, volg mij filosofie in de 19e eeuw. Maar, zegt hij, als je probeert volgelingen te krijgen, dan krijg je alleen maar lijken die je moet voortslepen. Hij ontdekt dat als je de massa wil bespelen, dat je dan eigenlijk heel triest bezig bent. En dan zegt hij ook, en dat is zijn filosofie, is de massa die wordt continu bespeeld door priesters. Nou ja, in de 19e eeuw was dat natuurlijk zo. Toen was de rol van de kerk veel groter. Dan had je echt priesters. Maar in de 20e eeuw en 21e eeuw hebben we natuurlijk de priester eruit gegooid. Bijna niemand luistert nog naar priesters. Maar we hebben nu wel politici. Politici zijn de nieuwe priesters. En influencers. Influencers zijn ook een soort politici. En je kan gewoon zien dat iedereen die de massa ment, dat is een volksmenner, iemand die de massa toespreekt en aanspreekt, waarbij de massa hem of haar omhelst,
en het populair maakt door op te stemmen of likes te geven of op grote influencer te zijn. Dat is iemand die allemaal precies het tegenovergestelde doet wat Nietzsche wil. Die gaat mee met het volk, die past zich ook aan het volk en die komt met een boodschap die het volk lekker makkelijk als hapklare brokken naar binnen slikt. En dat levert allemaal een hoop geld op, dus als je geld wil hebben, dan moet je dat misschien doen. Maar, zegt Nietzsche, dan raak je je authentieke zelf kwijt, dan ben je geen kunstenaar meer, geen levenskunstenaar meer, dan ben je geen vrije geest meer, dan ben je geen, niet iemand meer die er zelf iets van maakt. Jaap Hamburger heeft een vraag. De Übermensch als volgende fase in de evolutie? Ik meen dat de Übermensch in de eerste plaats een morele categorie is. Dat is in ieder geval wel de... laat ik zo zeggen, het evolutionaire verhaal, dat is gewoon echt heel hard letterlijk beschreven. Ook heel begrijpelijk, omdat er zeker in die fase... zo sprak Zarathustra, zeg maar, overgangsboek tussen de vroege Nietzsche en de late Nietzsche. En de vroege Nietzsche was heel erg darwinistisch bezig, heel erg de wetenschap omarmen. En de late Nietzsche is veel meer op die moraal gaan zitten. Bijvoorbeeld met de genealogie van de moraal. En de Übermensch is ook een idee wat Nietzsche eigenlijk in het boek gebruikt heeft om iets te hebben. En hij eigenlijk later ook wel weer van af wil. Ook in het boek zelf al, in Zo sprak Zarathustra. Dus het boek zelf heeft 4 delen. Ik ben nu zo'n beetje aan het einde van de proloog. Eigenlijk dus 5 delen, want we hebben 4 delen plus een proloog. Wat ik tot nu toe verteld heb, zitten we op het einde van de proloog. En dat is geschreven nog echt in die vroege fase, waar Nietzsche nog de vroege van Nietzsche had. Waar hij nog heel darwinistisch was. En daar is het echt letterlijk de volgende fase in de evolutie. Alleen, en hier is waarom we allebei gelijk hebben, jij hebt ook gelijk. Hij gaat wel duidelijk maken, dat ga ik nu, zeg maar, net het onderwerp, dus een mooi bruggetje dit. Hij gaat ook duidelijk maken dat die volgende stap in de evolutie ook op moreel gebied op een hele andere manier kijkt dan wij kijken. Dus in die zin heb je daar ook helemaal gelijk in. Dat is eigenlijk hetzelfde verschil tussen hoe de moraal onder apen is en hoe onze menselijke moraal is. Daar zit ook een wereld van verschil in. En zo krijg je dus ook bij de Übermensch een hele andere moraal dan, althans volgens Nietzsche, dat is wat Nietzsche voorspelt. Maar dat is natuurlijk precies Nietzsche's eigen moraal die in de Übermensch projecteert. En dus in die zin krijg je, kloppen allebei deze punten kloppen. Alleen wat wel belangrijk is, is dat het boek zelf, Zo sprak Zarathustra, is in delen geschreven. Uit mijn hoofd, de eerste 2 delen, en daarna nog is er vrij snel daarna een derde deel gekomen. En het vierde deel is een heel stuk later gekomen. En dat idee van de Übermensch is vooral een idee wat in het begin van het boek voorkomt. En je kan al zien dat die gaandeweg van het boek eigenlijk dat hele Übermensch verhaal al veel minder interessant vindt. En dat is ook de reden waarom we een ander tweede grote idee in een Zo sprak Zarathustra hebben. De eeuwige terugkeer van hetzelfde. Later in het boek komt dat voor. En dan kan je zien dat hij dat eigenlijk een veel spannender en leuker idee vindt dan het idee van de Übermensch. Dus ondanks het feit dat Nietzsche qua imago heel erg verbonden zit aan het idee van de Übermensch, mede ook door de manier waarop die term misbruikt is door de nazi's natuurlijk, is hij daar heel graag gekoppeld, is het eigenlijk zo dat voor Nietzsche zelf die Übermensch ja, eigenlijk een soort erbij gehaald is, omdat hij gewoon iets leuk wilde schrijven, maar niet er echt super sterk aan hecht. Dus in die zin is hij veel, zeker later, in zijn latere werken, veel meer geïnteresseerd in die andere moraal, of zelfs een amoraal, hè, dat hij duidelijk maakt, ja, wat wij moreel vinden is gewoon wat de winnaars gevonden, wat toevallig de winnaars verteld hebben om zichzelf te rechtvaardigen. En dan gaat hij veel meer op die toer. En dat koppelt hij wel een beetje aan de Übermensch. Maar hij laat het idee vrij snel varen. Zelfs in het boek waarin het geïntroduceerd wordt. Dus ik hoop op die manier je een antwoord te hebben gegeven. En mocht je het me oneens zijn, laat van je horen. Zet de vraag en opmerking in de chat. En dan gaan we er weer nader op in. Dus waar was ik? Nietzsche in de vorm van Zarathustra komt erachter dat het geen zin heeft om als een priester het volk te mennen. Het geen zin heeft om te proberen volgelingen te krijgen. In plaats daarvan wil hij iets anders gaan doen en wil hij namelijk metgezellen zoeken. Dus in de podcast Invloed Vergroten is er ook een hypnotische meditatie over metgezellen.
Nietzsche, althans Zarathustra, gaat op zoek naar metgezellen. En wat is een metgezel? Dat is eigenlijk ook een uniek individueel iemand die tot die top 1% meest bijzondere mensen behoort. En die gewoon samen besluiten enige tijd op pad te gaan. En daarbij komt het idee van dat elitaire van Nietzsche dus weer terug. Het elitaire van Nietzsche zit niet zozeer in het idee van de Übermensch, omdat nogmaals, ja, dat is iets wat aan ons voorbij gaat. Dat is onze opvolger. Dat gaat mij nooit worden. Maar in plaats van de Übermensch heb je daar tegenover staan de laatste mens. Dat is volgens Nietzsche de meest verschrikkelijke versie van de mens. Dat is hoe wij nu gezapig in het Westen leven. Maar hij heeft nog een derde begrip. En dat is namelijk de hogere mens. En de hogere mensen, ik vertaal het naar de top 1% meest bijzondere mensen. De hogere mens is iemand die helemaal individualistisch is, die voor zichzelf leeft. En die als je je vraagt, waarom doe je dit? Geen ander antwoord heeft dan, ik doe dit omdat ik het wil. Punt. En dus de hogere mens is iemand die opgehouden is zich naar andere mensen te rechtvaardigen met een verhaal. Dus als je aan mij vraagt, Joost, waarom doe je deze stream? Ik doe deze stream omdat ik het wil. Punt. Dat is om een voorbeeld te geven over... laat ik zo zeggen. Dus Nietzsche maakt een onderscheid tussen de Übermensch. Nou, dat hebben we gehad. En dan heb je de hogere mens en dan heb je de laatste mens. En de laatste mens is nog steeds bezig met zijn eigen gedrag te rechtvaardigen naar de andere mensen toe. Dat betekent dat die mensen continu de neiging hebben om een verhaaltje te gaan vertellen waarom ze zich op een bepaalde manier gedragen. En dat zie je nu heel erg duidelijk in met die coronacrisis. Die coronacrisis maakt een hele hoop duidelijk. Je ziet heel veel van die antivaxxers, mensen die weigeren een vaccinatie te nemen. Of niet per se antivaxxers te zijn, maar in ieder geval mensen die weigeren een vaccinatie te nemen. Fake Siemens stelt een goede vraag, maar dan kunnen ze je vragen, waarom wil je dat? Waarom wil je dat dan? En dan is het antwoord, ik wil dit omdat ik het wil. Dus de... Absoluut zo is dat de mens dan heel erg, de laatste mens, heel erg behoefte krijgt om dan te vragen, ja Joost, maar waarom wil je dat dan? Voor de laatste mens is dat antwoord, ja ik doe dit omdat ik het wil, heel erg onbevredigend. En ik ga uitleggen waarom. En dus mensen kunnen dat vragen en dan blijf je gewoon herhalen, ja de reden dat ik dit doe is omdat ik het wil. En waarom wil ik het? Ja omdat ik het wil, punt. Is gewoon mijn wil is klaar, punt. Maar ik ben helemaal met je eens dat dan de laatste mens, dat die dus heel geïnteresseerd is om die vraag te stellen. Want die is heel erg op zoek naar die rechtvaardiging. Die vindt dat iedereen moet goede redenen hebben voor zijn gedrag. En als je geen goede reden voor je gedrag hebt, dan is het eigenlijk ongeacht wat je doet, is het slecht gedrag volgens die laatste mens. Maar volgens die hogere mensen, die dus als het ware tussen de laatste mens, de hogere mens en de ubermens in zitten, voor die hogere mensen... Die hebben geen verhaaltje nodig, die hebben geen rechtvaardiging nodig. Die kunnen gewoon zeggen, moet je luisteren, ik doe dit omdat ik het wil. Dus als je geen vaccinatie wil, vind ik prima, maar ga geen verhaaltje verzinnen waarom je geen vaccinatie wil. Dan zit je bij die laatste mens. Zeg gewoon, ik wil geen vaccinatie, punt. Je hoeft je nergens voor te rechtvaardigen. En dat is een belangrijke idee. Overigens, nog even terugkomen op die moraal van de Übermensch. Dat is ook wat Nietzsche vermoedt, althans Zarathustra vermoedt, dat dus de moraal wordt van de Übermensch, dat die moraal wordt dat ze gewoon ophouden zichzelf te rechtvaardigen en dat ze gewoon zeggen, dit is wat ik wil, punt. Het idee dat jij je zou moeten rechtvaardigen is gewoon een manier waarop de samenleving jou heeft gehypnotiseerd. En waarom? Omdat de massa, de laatste mens, heel bang wordt van mensen die geen rechtvaardiging hebben voor hun gedrag, of die geen rechtvaardiging nodig hebben voor hun gedrag. En wij proberen als massa, als laatste mensen, proberen we onze kinderen op te voeden met het idee, je moet je kunnen rechtvaardigen, anders als je niet kan rechtvaardigen waarom je iets doet, dan moet je het laten. Waarom? Omdat er allerlei slecht gedrag is, mensen vermoorden, dingen stelen, rellen. Daar hebben we geen zin in als laatste mensen, hè? Dat is voor ons de gezapigheid valt uit elkaar. Hey Bram, tof dat je erbij bent, tof dat je volgt. Hopelijk volg je mij omdat je het wil, zonder rechtvaardiging. Dat lijkt me het mooiste om nu te doen. Maar die laatste mensen die willen die rechtvaardiging hebben, waarom? Want die denken van ja, als jij geen rechtvaardiging nodig hebt, als je het gewoon alleen maar doet omdat jij het wil, als dat de enige reden is, dan kan je zomaar mensen gaan vermoorden. Als jij iemand vermoordt en iemand vraagt, ja, waarom heb je het gedaan? Ja, wilde ik, punt. Dan kan je gaan stelen, kan je gewoon mijn spullen afpakken, kan je gewoon jatten.
En dan zeg ik, ja, waarom pak je mijn spullen af? Ja, dat wil ik, punt. En dan kan je, we hadden nog meer, oh ja, rellen. Ja, je kan gewoon in Rotterdam gaan, een beetje straatstenen naar de politie gooien. Ja, waarom doe je dat? Ja, omdat ik wil, punt. Hè, dus dat idee dat je geen rechtvaardiging nodig hebt voor wat je doet, dat is heel erg beangstigend voor de massa. En dat is ook precies de reden waarom de massa op zoek gaat naar priesters. Want uit die angst voor mensen, voor die hogere mensen, die dus geen rechtvaardiging nodig hebben voor wat ze doen, dat is een individuele angst van individuen die bij de laatste mens zitten. Hè, dat als ik een laatste mens ben en mijn buurman is een hoger mens en die zegt gewoon, nou Joost, ik jat gewoon jouw auto, want ja, wil ik, punt. Ja, wat kan ik als individu daartegen doen? Moet ik misschien gaan vechten, maar ja, ik ben een laatste mens. Ik ben gezapig, ik heb er geen zin in, ik wil niet een conflict hebben, ik wil geen vechtpartij hebben. Zometeen slaat hij mijn blauw oog en dan heb ik pijn. Pijn, ik kan niet tegen pijn. Ik ben namelijk een slapjanus geworden. Dus ik moet op een of andere manier, ik ben helemaal machteloos tegenover die hogere mens. Dus dat is de reden waarom je als individu, als individuele laatste mens, zo bang bent voor mensen die geen rechtvaardiging nodig hebben voor hun gedrag. Die alleen maar zeggen, ik doe dit omdat ik het wil. Maar, en nu komt het, dat is een heel belangrijk punt. Die laatste mens heeft een oplossing. Die laatste mens heeft een machtig wapen in handen. Die laatste mens is namelijk met heel veel individuen die allemaal bang zijn. Dus al die individuen die bang zijn, die gaan bij elkaar samenklonteren en die gaan een groep vormen. En het probleem met die hogere mensen is dat die kunnen geen groep vormen. Dat zijn zulke unieke individuele mensen die zeggen, ja, ik heb toevallig zin om de tuinier te zijn. Ja, dat doe ik. Ik heb toevallig zin om videospelletjes te spelen. Dat wil ik. Dus die kunnen helemaal geen makkelijke homogene groep vormen. Maar die laatste mensen, die hebben iets wat hen bindt. Die heeft namelijk de angst voor de hogere mensen die hen bindt. En dat betekent dat wanneer zij als groep gaan samenspannen, dat ze vervolgens ook priesters krijgen. Het is een beetje onduidelijk of je als eerst een groep hebt en dan uit die groep een priester voorkomt. Of dat er eerst priesters zijn en die dan een groep vormen. Maar die gaan vervolgens met die groep, gaan ze gezamenlijk tegen die hogere mensen in. Veke Siemensen vraagt, als je geen rechtvaardiging doet naar de samenleving, wat is dan de rechtvaardiging naar jezelf toe? Ja, nogmaals, je hebt überhaupt geen rechtvaardiging nodig. Wie zegt jou dat je überhaupt rechtvaardiging nodig hebt? Dus het gaat over nog rechtvaardiging naar de samenleving toe, nog rechtvaardiging naar jezelf toe. Je moet gewoon ontdekken wat je wil. Je moet een wilsbepaling doen. En zodra je wil hebt, dan weet je wat je gaat doen. En dan zeg je, ja, waarom doe ik het? Omdat ik het wil. Dus helaas is zijn laatste boek door zijn moeder en zus uitgegeven, omdat hij zelf toen al een soort kataconische situatie zat. En dan hebben ze helaas dat laatste boek, hebben ze samen geraapsels gemaakt van zijn aantekeningenboeken. En dat is uiteindelijk gepubliceerd onder de naam De Wil tot Macht. Waarom? En Nietzsche heeft een heel verhaal over dat de wil tot macht sterker is dan de wil om te leven. Dat als mensen eenmaal voor elkaar hebben dat ze in leven blijven, dat ze een tweede wil ontwikkelen, namelijk een wil tot macht. En dus als je vraagt, ja, waarom wil je het? Ja, dat is in principe bij Nietzsche altijd de wil tot macht. Maar alleen de unieke persoon, die wil macht over zichzelf hebben. Die wil zichzelf beheersen en die wil gewoon voor zichzelf leven en voor zichzelf zijn eigen doelen behalen. En Nietzsche gebruikt daarvoor als beeld altijd de bergbeklimmer. De bergbeklimmer is degene die in zijn eentje de bergen beklimt en daar gevaarlijk werk doet, risico loopt, kans heeft om dood te gaan, maar daarvoor kiest, ja, waarom kiest de bergbeklimmer voor om een berg te beklimmen? Ja, de meeste bergbeklimmers zeggen als rechtvaardiging, ja, omdat daar een berg is. En dat is al, een beetje toegeven aan de neiging dat de laatste mens die eist van een rechtvaardiging. En een bergbeklimmer, ja, die kan ook niet echt verzinnen waarom die het wil. Dus die verzint dan niet, zei ik, beklim die berg omdat de berg er is. Die verzint een drogreden om dan te lijken alsof die een rechtvaardiging geeft. Beter zou het zijn als de bergbeklimmers voortaan zeggen, waarom beklim je die berg? Ja, omdat ik het wil. Maar dat bergbeklimmen, dat is dus, ja, dat is als je wil overleven, als je wil tot leven hebt, dan is bergbeklimmen heel dom om te doen. Het levert letterlijk niks op. Hè. Dat is een nutteloze activiteit, bovenop een berg staan. Het levert misschien status op en andere manieren dat je materiële voordelen krijgt, maar het is een hele hoop gedoe ervoor.
Bovendien heb ik oprecht het idee dat meeste, zo niet bijna alle, bergbeklimmers om andere redenen klimmen dan status of materiële beloningen. In plaats daar, ja, maar dus in plaats daarvan, ja, dan willen ze een bepaalde hoeveelheid macht uitoefenen, maar dan wel macht over zichzelf. Zij willen in staat zijn, ze willen de capaciteit hebben, het vermogen, de vaardigheid hebben om die hoge berg te beklimmen. En zij denken dat ze dat hebben en ze willen het voor zichzelf bewijzen. Want meestal hoeven ze het ook helemaal niet van andere mensen te bewijzen. Maar ze hoeven ook al helemaal nooit de samenleving te overtuigen van, joh, word ook bergbeklimmer. Bergbeklimmen is volgens mij een van de minst evangelische sporten. Er zijn geen campagnes volgens mij om mensen en masse aan het bergbeklimmen te krijgen. Dus dat is op die manier, dat is in mijn beleving geen rechtvaardiging naar jezelf toe. Dat is gewoon puur hoe ons, opnieuw zegt Nietzsche, die wil tot macht is puur een evolutionair iets wat ingebakken zit in onze genen. In plaats van de wil tot overleven of de wil tot voortplanten. Hij zegt, je hebt gewoon een wil om je macht uit te oefenen. En de hogere mens, die oefent die macht over zichzelf uit. Zodat hij zichzelf kan ontplooien en zichzelf tot volle wasdom kan brengen. En zelf kan groeien en kan bloeien. Maar die laatste mens, die wil ook die macht uitoefenen. Maar die wil macht over de rest uitoefenen. Dus dat is typisch de rol van de priester. De priester wil de massa gebruiken, of de politicus of de influencer, die wil de massa gebruiken om met die massa macht uit te oefenen, uiteraard binnen die massa, maar die wil ook die macht uitoefenen over de hogere mens. Dus Nietzsche maakt die drie onderscheiden, laatste mens, hogere mens, übermensch. Nou, we hebben nog geen übermenschen, die komen in de toekomst, dat kan nog honderdduizenden jaren in de toekomst liggen. We hebben al wel hogere mensen, maar die hogere mensen die zijn in principe machteloos, want die zitten in hun eentje op de berg en die kunnen weinig. Nou, wauw, geweldig, onderscheid tussen de macht over zelf en macht over anderen. Ja, dat is volgens mij precies wat Nietzsche bedoelt. Jean vraagt nog, omdat ik dat wil vanuit passie. Nou ja, dat is een hele. Wat is nou je wil? Hè? Ja, je wil is een bepaald gevoel. Nou, passie heeft vaak met gevoelens te maken. Dus je moet een bepaald gevoel hebben. Vaak is het een soort gevoel van boven naar beneden, in het midden. Zo. Dit voelt als wat ik wil. En er moet een bepaalde inhoud in zitten. Je moet weten wat je wil. Als je alleen maar zegt, ik wil! Maar Joost, wat wil je dan? Nou, dat weet ik niet. Dat is heel onmoeilijk, dat is een heel gek verhaal, een soort gegeneraliseerde wilstoring. Dus je moet altijd een bepaalde inhoud hebben over wat je wil. En dat zijn dan beelden of gedachtes, en er zit een bepaald gevoel bij je, en dat is wat je wil. Volgens Nietzsche, en ik denk dat hij daar heel erg goed in zit, komt dat gevoel, die wil tot macht, die komt gewoon puur voort uit je biologie, uit de structuur van je genen, en hoe je brein opgebouwd is. Dus hij zegt, ja, als je een amoebe hebt en een amoebe die eet, weet ik veel wat amoebes eten, maar die eet iets op, dan eet hij dat op omdat hij in eerste instantie wil leven, maar in tweede instantie dan meteen zijn macht wil uitbreiden. Dus dat geldt voor amoebes, maar dat geldt ook voor mensen. Autocoureur BV spreekt wel aan. Die is waarschijnlijk heel poëtisch, maar die snap ik totaal niet. Die zou je dan moeten uitleggen. Dus waar waren we? We hadden drie groepen. De laatste mens, de hogere mens, de übermensch. De übermensch, die hebben we nog nooit, want die moet nog komen. Dat kan nog 100.000 jaar duren. Ah, het gaat over Max Verstappen. Kijk, het zou goed kunnen zijn dat Max Verstappen ook bij die hogere mensen hoort, in de zin dat als je Max vraagt waarom race je, dat hij altijd zegt, ja, omdat ik dat wil. En ook niet veel meer antwoord heeft dan dat. Maar die laatste mensen, die willen ze ook die macht uitoefenen, maar die voelen zich heel zwak als individu. Hè? Die willen een gezapig leventje hebben, die willen niet vechten, die willen zeker geen berg beklimmen. Die denken, dat is hartstikke koud, zo'n berg beklimmen. Bovendien word ik er heel moe van. Het kost klauwenvol geld. En dus die hebben allemaal goede redenen, denken ze zelf, waarom ze geen bergbeklimmer worden. Maar dat geeft ze ook een gevoel van machteloosheid. Dan denken ze, ja, moet je die arrogante bergbeklimmers eens zien, die denken dat ze allemaal hoger zijn. En bergbeklimmers zijn ook letterlijk hoger in de zin dat ze hoog in de berg zitten. Dat is ook een beeld wat Nietzsche letterlijk gebruikt. Hij zegt, ja, bergbeklimmers zitten hoog in het berg. En die laatste mens, die zit onder in het dal. Die zit vast in het moeras. Dus in het dal zitten moerassen. En mensen zitten daar vast in die moerassen.
En de laatste mens zit vast in dat moeras. En die verwijt dat eigenlijk ook naar die hogere mens die een beetje op die berg zit. He, dus die laatste mens die is als individu, is die zwak, is die gezapig, is die ingeslapen, is het een soort wandelende zombie. Maar als massa kunnen ze hartstikke mooi macht uitoefenen, omdat ze natuurlijk als massa veel en veel meer macht hebben dan die individuele hogere mensen, waarbij de samenwerking sowieso een beetje onhandig gaat, omdat ze allemaal te unieke individuen zijn om één vuist te vormen. Jean vraagt nog, heeft het willen en niet willen ook een link met breintypes? Ja, in een bepaalde manier wel, in de zin dat, ik heb een brein wat heel gevoelig is voor materiële beloning. Ik score heel hoog op extraversion. Dat betekent dat ik heel vaak dingen wil als geld en als taartjes, van alle dingen die materieel zijn. Dat niet omdat ik dat wil. Dat is mijn brein wil dat. Ik wil dat natuurlijk helemaal niet als mens. Ik wil ook een verheven mens zijn die daarboven staat. Maar mijn brein doet dat continu. Terwijl als ik een type 5 analistenbrein had, dan was ik onthecht. Dan scoorde ik heel hoog op onthechting. Dan had ik dat soort willen niet, maar dan had ik weer een enorme wil naar kennis. Dus het gaat niet zozeer over de wilskracht. Dat is onafhankelijk van breintype. Hoewel, we hebben type 6, er is één type die heeft dan... Als die te veel een ongezond type is, dan krijgt hij ook een gebrek aan wilsbepaling. En dan krijg je zoiets dat heet avolition. Dat is dat mensen geen duidelijk beeld krijgen wat ze nou eigenlijk willen. Dus dat bestaat. En dan is dat puur neurologisch, puur aan een biologische structuur van een brein. Maar de meeste mensen kunnen iets willen. En er zijn ook hele technieken die je bij ABC NLP trainingen krijgt. Ik zal even een reclame maken voor ABC NLP. Het is niks voor niks dat ik gevoelig ben voor materiële beloningen. Dus wanneer je aan jezelf wil werken, wanneer je een bergbeklimmer, begin dan met ABC NLP. Want daar leer je te groeien en te bloeien en jezelf te ontwikkelen. Dus los van dat af en toe sommige mensen wat minder sterk een wil hebben, is het zo dat de wilskracht, die kan je iedereen trainen. Het zijn gewoon oefeningen die je kan doen om te zorgen dat je wilskrachtiger wordt. Maar wat je wil, dat is heel erg aan het individu. Dat gaat over de inhoud van het leven. En dat heeft weinig te maken met breintypes. Dus waar waren we? We hadden drie groepen. Laatste mens, hogere mens, ubermens. De ubermens die is er nog niet. Die komt pas over 1000 jaar, 100.000 jaar, wie weet. We hebben wel hogere mensen. Dat zijn unieke individuen die voor zichzelf leven. En die vooral bezig zijn met zichzelf ontplooien en te groeien en te bloeien. En dan hebben we de laatste mens die als individu zichzelf dus heel zwak voelt. Heel angstig is omdat het een enge wereld is. En allerlei hogere mensen rondlopen die dus geen rechtvaardiging nodig hebben voor wat ze doen. Dat vindt de laatste mens heel, als individu heel beangstigend. En die zorgt ervoor dat ze als groep gaan optreden, omdat ze denken van ja, die hogere mensen, dat is er maar één. Als wij met een paar duizend zijn, of misschien 100.000, of miljoen, of miljard, dan hebben we veel meer macht in handen dan die eenling, die individu. Shaila, leuk dat je ziet dat je er bent. Is het wel prima wanneer je ter verklaring je gedachtengang geeft voor een bepaald gedrag, omdat het specifiek is wat je wil op dat moment? Nou ja, kijk nogmaals, je hebt twee manieren van communiceren. Je kan communiceren om te verhelderen en je kan communiceren om te beïnvloeden. En wanneer je die massa wil beïnvloeden, dan is het superhandig om wel verklaringen te gebruiken en oorzaak-gevolgredeneringen en goede redenen te geven. Maar dat doe je dan heel expres en bewust om de massa te hypnotiseren, zo hopelijk zodat de massa gaat doen wat jij wil. Maar op het moment dat je als hoger mens voor jezelf bezig bent, of aan het verhelderen bent naar een andere hoger mens, of misschien zelfs naar de laatste mens, dan is ook dit je gedachtegang verzinnen. Dat klinkt mij nog te veel in mijn oren als toch op een of andere manier een rechtvaardiging in te smokkelen. Het is ook echt moeilijk, hè? Dus ik heb het gelukkig... 20 jaar geleden ben ik mee begonnen. Dus ik heb er veel oefeningen in gehad. Maar het is echt lastig. Probeer het maar de komende weken. Dus voor alle kijkers. Huiswerk. Een oefening voor thuis. Kan je het gewoon zelf oefenen. Probeer de komende week. Gewoon eens lekker. Als je iets doet. En mensen hebben het gevoel van. Joh, geef eens een rechtvaardiging daarvoor. Gewoon te zeggen. Dat doe ik omdat ik het wil. Punt.
en gewoon je, bij jezelf de neiging om dingen te gaan rechtvaardigen gewoon stopt. Dat je gewoon zegt, nou, ik ga vanaf een hele week lang, van wat is het, 15 december tot 20 december, ga ik gewoon geen redenen meer geven, geen oorzaken meer noemen, geen gedachtegangverklaringen geven. Ik ga gewoon even zeggen, ja, ik doe het omdat ik het wil, punt. En dan kijk eens wat er gebeurt. Want we zijn zo gehypnotiseerd door die laatste mensen, door die massa, om continu rechtvaardigingen te willen geven, dat echt, dan moet je echt van, dat is echt iets wat je moet afleren. Overigens, als ik niet meteen bij je opmerking kom, blijf ze sturen, want ze komen uiteindelijk allemaal terecht. Ga ik ze allemaal behandelen. Inderdaad, fantastisch, maar onderscheid tussen macht over jezelf en macht over anderen, dat is mooi. En na je metgezellen ook de verklaringen weglaten. Ja, hangt er vanaf. Dus als je je metgezellen wil hypnotiseren, wil beïnvloeden, dat je ze voor jouw karretje spant, om het even heel cru te zeggen, dan is het goed om ze te betoveren met verklaringen en met rechtvaardigingen. Maar dan doe je het expres zonder dat je daar zelf in gelooft. En dan hoop je maar dat ze daar slim genoeg voor zijn om daar doorheen te prikken en dan zeggen, dat is een leuke grap die je maakt, Joost, maar daar trappen we niet in. Het is ook letterlijk wat er gebeurt trouwens in het boek, Zo sprak Zarathustra. Dus we zitten nu ongeveer halverwege het boek. Ik ga even naar het laatste deel vooruit springen. Het laatste deel, dan heeft Zarathustra of Nietzsche heeft echt metgezellen gevonden. Die komen allemaal samen op de berg van Zarathustra, waar die vroeger zat. Daar hebben ze een feest. En die hogere mensen, die zijn allemaal op die berg opgeklommen, die komen bij elkaar. Die gaan met elkaar gaan ze feest vieren. Maar voordat dat gebeurt, proberen ze ook echt letterlijk Zarathustra in het ootje te nemen. En dan zeggen ze, ze hebben bijvoorbeeld afscheid genomen van religie, ze hebben God dood verklaard. Maar dan komt Zarathustra terug bij zijn grot en dan blijken ze opeens weer geloviger te worden. En dan zeggen ze, sorry Zarathustra, we zijn toch weer gaan geloven. En dan zegt Zarathustra, wat krijgen we nou? Dit slaat nergens op. Maar dan blijkt het een grapje te zijn, want dan zijn ze allemaal ezel, dus toevallig een ezel daar in het verhaal. Dan zijn ze allemaal die ezel aan het aanbidden. Waarom? Omdat ze heel erg van ja zeggen houden en de ezel de hele tijd zegt, ia, ia, ia. Dus de ezel is een soort permanente ja-zegger. En daarom is het zo dat ze de ezel aanbidden. Maar daarmee zie je dat ze al onderling bezig zijn om elkaar een beetje in het ootje te nemen, voor de gek te houden en te kijken of de ander nog in die verklaringen, die rechtvaardigingen trapt die nodig zijn voor de massa. Dus je kan ze weglaten, maar je kan elkaar ook provoceren, uitdagen en te kijken of de ander erin trapt. Dat is zeker de houding van de hogere mensen in Zo sprak Zarathustra. Shaila zegt nog even, expres en bewust verklaringen geven. Ja, dat is expres en bewust verklaring geven om de massa te hypnotiseren. Dat is helemaal goed. Beter metgezellen hypnotiseren met verklaringen. En nogmaals, als het goede metgezellen zijn, dan trappen ze niet in je hypnose. Nog meer. Wauw, Joost, je hebt me geholpen aan een nieuwe challenge. Kijk eens aan. Wat is de beste oefening voor wilskracht? Ja, dat is een hele goeie. Dat zijn zogenaamde magische eden. Dan moet je een eed zweren. Ik zal eens even kijken of ik daar een video van heb. Maar dat, nee. Nee, dat moet ik even schuldig blijven. Dus dat zit in de NLP Magic Training. Die kan ik wel linken. Maar ik heb er nog geen video online staan. Dus, maar die is alleen voor master practitioners. Dus dat is nog ver weg. Desalniettemin zet ik hem toch in de chat. Zodat je het kan doen. Waar ben ik gebleven? Hier. Dus ja, daar moet ik even antwoord op schuldig blijven. Daar heb ik niet een snel antwoord voor. En het gaat te ver om dat hier allemaal uit te leggen. Dus, waar waren we? We hadden de laatste mens. We hadden de hogere mens, de ubermens. Ubermens komt pas over duizenden jaren. We hebben de hogere mens, dat zijn individuen metgezellen die een tijdje met elkaar de goede kant op gaan.
Heb je een idee over hoe je je onbewustzijn kan trainen in een langzamer tempo te spreken? Ga ik te snel? Moet ik het doen voor mezelf? Komt in de practitioner aan bod tijdens hypnose. Want daarvoor geldt dat bij hypnose bijna altijd handiger is om langzamer te spreken. Dus nou, ik kan ook de practitioner aanprijzen. Maar als je vindt dat ik te snel ga, dan moet je het laten weten. Dan zal ik bewust kijken of ik langzamer kan gaan. Nee, ik ga perfect. Dat is goed nieuws. Dus, we gaan nog een keer proberen. De laatste mens, hogere mens, ubermens. Ubermens komt misschien pas over een paar duizend jaar. Hogere mens is een beetje een losbondig of losbandig geheel van individuen. Die wel een tijdje met elkaar optrekt, maar daarna ook weer zijn eigen gang gaat. Maar die laatste mens, die is dus als individu heel zwak en angstig en heel bang voor de hogere mens. En die gaan samenspannen onder leiding van een priester, tegenwoordig een politicus of een influencer, om met z'n allen macht te verzamelen en dan vervolgens tegen andere groepen in te kunnen zetten, maar ook tegen de hogere mens kan in te zetten. En daar hebben we een mooi voorbeeld voor, corona natuurlijk. En dan heb je die samenzweringsgekkies, die wappies genoemd worden, onder leiding van de priester Willem Engel. En die zijn allemaal als individu heel bang en zwak. En die proberen nu samen te klonteren en dan samen een groep te vormen in de hoop dat ze daarmee macht verzamelen. Het gaat helemaal nergens anders over. Ze proberen te laten, ze vertellen verhalen om zichzelf te rechtvaardigen, waarbij ze doen alsof ze opkomen voor het volk en mensen beschermen en samenzwering ontmaskeren. Maar er is dus allemaal geen sprake van. Het is heel simpel. Het is een groep. Een groep wordt aangevoerd door een priester. Dus dan weten we wat ze doen. Volgt gewoon puur op hun wil tot macht. Dit is hun manier in een poging als machteloze, zwakke, laatste mens, gezapige, ingeslapen zombie, die geen toekomst voor zichzelf ziet om zichzelf te ontwikkelen of vooruit te komen in de wereld, denken ze van oké, laten we nu maar gaan samenspannen met elkaar onder leiding van de priester om te kijken of wij alsnog macht kunnen verzamelen, dat ik alsnog krijg wat ik wil. En nou ja, dat is natuurlijk een veel te kleine groep, dus dat gaat mislukken, maar dat is precies hetzelfde als de VVD'ers die en masse op Rutte stemmen. Dan heb je Rutte als priester die de massa aanvoert en de VVD'ers die denken, nou, we gaan met ze samen gaan we lekker de problemen oplossen. Jean heeft nog een vraag. Met caps. Wow, wat een caps. Hogere mens heeft een eigen geweten opgebouwd, zodat zijn wil niet uitmondt in macht. Nee. Dus het idee dat hij een eigen geweten heeft, dat is typisch weer een rechtvaardigingsverhaal wat bij de laatste mens hoort. Hogere mens kan zomaar gewetenloos zijn. Volgens mij uit mijn hoofd heet zelfs een van de hogere mensen. Ze hebben allemaal namen. Ik ben niet 1, 2, 3 paraat wat al die namen zijn. Maar ik dacht te menen dat er één de gewetenloze heette. En die zijn ook uit op macht, uiteraard. Maar die zijn heel zwak. Die zijn heel sterk als individu. Die hebben geen angst. Die durven gewoon die berg te beklimmen. Dus ze hebben geen angst voor die massa, daar is geen sprake van. Maar omdat ze zich slecht kunnen organiseren en geen groep zijn en weigeren mee te gaan in een van de groepsverhalen, groepshypnose zou ik zeggen, is het zo dat zij feitelijk wel sterk zijn. Ze zijn hogere, sterke mensen, maar ze hebben geen macht. Maar dat willen ze wel. Ik ook, ik zie mezelf als hoger mens, zal ik eerlijk bekennen. Ik ben er arrogant genoeg voor. Maar ik ben ook machteloos. Ik zie ook dat ik heel erg machteloos ben. En dat ik dus ook verder niet echt, veel kan. Dus dat is de paradox. En dat is ook heel belangrijk. Want nogmaals, ik heb deze de aanleiding om dit verhaal te doen. Is de podcast Invloed Vergroten. Daar vertel ik een heel elitair verhaal. Namelijk, ik wil alleen maar met de 1% meest bijzondere mensen werken. Namelijk mensen zoals jullie die nu aan het kijken zijn. Snap je? Jullie zijn de 1% meest bijzondere mensen met wie ik graag wil werken. Al die 99% van de massa, die zitten ondertussen allemaal bij andere streams. Die is ook maar goed als ze bij andere streams zijn, want daar wil ik ook niks mee te maken hebben. Mij gaat het alleen om jullie. Dat is een heel elitair verhaal. En tegenwoordig zie je, ook weer in die wappiehoek,
dat allerlei meer spirituele mensen die de hele tijd een soort spiritueel verhaal hebben gehouden, opeens van die white supremacists blijken te zijn. Die dan roepen, ja, maar wij blanken zijn dat. De 1% Joost, dat zijn wij blanken. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dat is een onzinverhaal. En dat is alleen maar typisch weer zo'n rechtvaardigingsverhaal van de laatste mens. Maar aangezien ik zelf dus ook een heel elitair verhaal hou, is het zo dat ik dat wel graag wil verantwoorden. Hey, triple triplex, tof dat je volgt. Super gaaf gedaan. Ook al wil Nietzsche geen volgelingen en wil ik ook geen volgelingen. Ik ben ook op zoek naar metgezellen. Is het wel super leuk om op Twitch mensen te hebben die mij volgen. Want dan voel ik me weer extra gemotiveerd om dit soort streams te maken. He, dus als je zo elitair bent als ik, dan moet je voorkomen dat dat machtsmisbruik oplevert. Maar er is een heel makkelijk antwoord dan, voor, namelijk de hogere mens, die dus wel sterk is en die dus het lef heeft om die berg te gaan beklimmen en zich en de massa afwijst, die is machteloos. Dus dat is heel paradoxaal. Die is machteloos, die is wel op zoek naar macht, die wil ook graag macht, ik wil ook graag macht. Maar als ik moet kiezen tussen meedoen met die massa of lekker op mijn berg zitten mediteren, dan kies ik ervoor om te mediteren op mijn berg. En ook al zou ik het liefst wel hebben dat terwijl ik aan het mediteren op mijn berg ben, dat ik op de een of andere manier, ook al weet ik zelf niet hoe, toch macht krijg. He, dus het is geen zin dat het gewetensvol is, of dat het een geweten ontwikkeld is, want dat klinkt allemaal als de laatste mens. Het is gewoon puur dat de hogere mens, de sterke mens, ervoor kiest voor zijn eigen ontwikkeling en daarbij weigert om mee te gaan met die massa en daarmee dus ook zijn macht, zo'n concrete macht in de maatschappij kwijtraakt. Hij had het liefst wel, nou niet per se met een geweten, maar wel het liefst dat op een of andere manier zijn wil zou uitmonden in macht, maar er is gewoon simpel geen sprake van, omdat de wereld heel paradoxaal is, in de zin dat de zwakkelingen, de lafaards, de gezapige laatste mensen, die hebben alle macht. He, dus dat is heel belangrijk bij Nietzsche, is dat het klinkt heel erg elitair en het klinkt heel erg zo van, nou, doe maar, Nietzsche ziet zichzelf als helemaal geweldig. Maar feitelijk gezien zegt hij van ja, maar ik ben als eenzame individu boven de berg, ben ik lekker bezig voor mezelf. Maar macht heb ik niet. Maar ik zou het wel willen, maar ik heb het niet. De macht zit bij de mensen die het juist volgens Nietzsche natuurlijk niet zouden moeten hebben. En dan kan je ook meteen zien waarom de nazi's zo'n totaal verkeerd idee hadden. Namelijk die zeiden, wij als de groep, als de laatste mensen, wij nazi's, wij zijn de übermensch. Nou, dat is sowieso onzin, want dat was natuurlijk helemaal geen volgende stap in de evolutie. Maar het zijn natuurlijk ook helemaal geen hogere mensen. Want wat deden de nazi's? Ze doen precies wat de laatste mens deed. Namelijk grote groepen maken, het volksmennen. En dan priesters de voorzetter, in dit geval nazi-leiders. Die dan vervolgens het volk rechtvaardiging geven voor hun slechte gedrag. Dus dat is precies het tegenovergestelde van wat Nietzsche bedoelde. Nietzsche, als hij de nazi's gezien zou hebben, zou hij daarvan afschuwen en hebben gezegd dat slaat nergens op. Nee, wij hogere mensen zijn juist degene zonder macht en het zijn juist de laatste mensen die de macht hebben. Jean, die heeft nog een vraag. Hoe zie jij dan de verhouding onderling en afhankelijkheid tussen mensen? Nou, dat hangt er dus af. Wat is de verhouding tussen de laatste mens en de hogere mens? Nou, dat is mijn theorie. Ik denk dat Nietzsche, Zarathustra daar verder niks over zegt. Maar mijn invulling is omdat je als hogere mens vooral misbruik moet maken van de laatste mens. Maar de laatste mens moet er wel zijn, dat zegt Nietzsche dan weer wel. Snap je, de laatste mensen hebben wel een functie in het geheel. Die moeten namelijk de samenleving zien te draaien. Ik ben persoonlijk, heb ik geen zin om 's ochtends vroeg wakker te worden in mijn grot op een berg. En dan zelf nog met een pijl en boog of whatever. Of met een bijl achter een konijn aan te moeten rennen om ontbijt te regelen. Ik ga veel liever naar de supermarkt toe en ik koop daar gewoon een brood en wat kaas. En dan kan ik gewoon mijn eigen brood maken. Dus de laatste mens heeft natuurlijk allerlei voordelen met zich mee. Hè? Dat is het hele idee van de laatste mens. Dat het leven zo fijn is, zo soft geworden is, zo makkelijk. Dat er heel veel dingen vanzelf gaan, zoals bijvoorbeeld een supermarkt hebben waar je gewoon eten kan halen. Ja, dat vind ik ook heel fijn. Snap je? Ik vind niet dat we dat kunnen rechtvaardigen.
Want dat, daar heeft ze geen zin in. Maar ik kan wel zeggen, ik haal graag mijn eten bij de supermarkt, omdat ik het wil. En dus ik kan wel zien dat er een hele belangrijke rol is voor de laatste mens. Namelijk zorgen voor allerlei gemakken, waar je als hogere mens, als een soort zwartrijder, misbruik van kan maken. In de zin dat jij wel de voordelen krijgt van het feit dat de massa er is, zonder de nadelen. En stel dat je het meer persoonlijk ziet, hè, de kans is groot, hè, want er zijn weinig mensen die al zo filosofisch erover nadenken als ik. En is het zo dat, stel dat, hè, dat je, als je ziet als het in een persoonlijke verhouding gaat, mijn ervaring is dat die verhoudingen altijd een beetje moeizaam gaan, een beetje slecht lopen. Ik kan het nog sterker vertellen, stel dat, het, hè, dus dat een van die laatste mensen een romantische relatie krijgt, er wordt een paardje met iemand van die hogere mensen. Dan zie ik dat, maar dat is mijn persoonlijke vooroordeel, dan zie ik dat heel vaak fout lopen. In de zin dat voor de laatste mens, die relatie met die hogere mens veel te ingewikkeld is en veel te zwaar en veel te pijn doet en moeilijk gaat. En dat die hogere mens eigenlijk veel te weinig bij die partner haalt van wat die eigenlijk, waar hij of zij eigenlijk op zoek naar is. En dat is de reden waarom ik al een heel verhaal heb over het feit dat voor de laatste mensen, aangezien 99 van de 100 mensen bij die groep van de laatste mensen hoort, voor die laatste mensen is het heel makkelijk om partners te vinden. Snap je? Die kunnen gewoon lekker elkaar zoeken. Nou ja, de eerste de beste die je vindt, gewoon lekker paardje worden, klaar. Maar voor de hogere mensen, ja, die moeten echt op zoek gaan naar metgezellen. Die moeten echt mensen testen. Die moeten de hoop mensen afwijzen. En dan in principe gewoon met slechts 1 op de 100 van de mensen die ze ontmoeten, daadwerkelijk verder mee gaan in hun leven. En dat betekent dus ook voor romantische stelletjes, dat als je tot die hogere mensen behoort, ja, dat je gewoon echt tijd en moeite besteedt aan het vinden van een ander hoger mens waarmee je dan samen een relatie kan beginnen. Dat is dan nog steeds een hele ingewikkelde relatie waarschijnlijk, omdat je allebei hele unieke individuen bent. Maar dan kan je allebei wel voldoende halen bij elkaar. Dus ja, ik hoop dat dat een antwoord, goed genoeg antwoord is, Jan, voor deze vraag. Zo niet, dan hoor ik het graag. VKS Simic heeft nog een vraag. Maar is het niet handig om wel de macht te krijgen over de massa als het gaat om grote problemen zoals het klimaat? Zeker, ja, absoluut. Dat is absoluut. Het is niet eens handig voor het klimaat te redden. Het klimaat is natuurlijk super handig om te redden. Maar het is, nogmaals, de hogere mensen, ja, die willen graag die macht wel hebben. Als je mij werelddictator wil maken, ga je gang. Ik ben ervoor. En dan krijgen we een veel betere planeet. Het enige punt is dat als de keuze zit tussen, ja, moet ik nou gaan proberen om het klimaat, om een soort klimaatguru te worden en een soort klimaatpriester, waardoor ik gewoon allemaal laatste mensen ga organiseren, zodat we dan een soort een vuist kunnen maken voor het klimaat, dan denk ik van, nee, daar, als ik dat moet kiezen, of aan mezelf werken, of dat doen, dan denk ik, nou, ga ik liever aan mezelf werken. Het is, ja, toevallig heb ik daar natuurlijk wel iets aan gedaan, want ik, ja, als je boven op je berg zit, maar de hele aarde staat in brand, dan is het ook erg lastig om bij te vinden. Hè, dus ik zal hem eventjes tonen en ook in de chat zetten. En dus ik denk, dat is een goed voorbeeld, dat klimaat. Dus ik heb een website gemaakt, Klimaat NLP. Kunnen mensen een gratis rapport downloaden om allerlei technieken te leren om om te gaan met de ellende, die goed emotioneel om te gaan met de ellende die het klimaat oplevert. Een klimaatramp oplevert, moet ik zeggen. En hier hebben we het. NLP en klimaatverandering. Wat is klimaatstress? En gratis NLP survival gids om de klimaatveranderingen emotioneel te overleven. Dit is mijn bijdrage. Dus ik als hoger mens, bovenop mijn berg, denk het is superhandig als het klimaat gered wordt. Dat dacht ik vroeger niet. Vroeger dacht ik, we moeten hier sowieso weg uit van de aarde. Over een miljard jaar ontploft de zon. Dus we moeten zo snel mogelijk gaan ruimte reizen. Je hebt nu al Elon Musk die ook zegt, we moeten het zonnestelsel in. We moeten op meerdere planeten wonen dan niet alleen naar de aarde. Dat dacht ik ook. Maar ik heb het uitgerekend en de kans dat we dat gaan doen voordat we de aarde kapot maken door klimaatverandering, ja, die is gewoon heel klein. Dus we moeten nu eerst het klimaat redden om daarna met z'n allen te vertrekken en lekker de ruimte in te gaan. Maar dit is mijn, dit wilde ik maken. Joost, wie verzint het? NLP en klimaatverandering. Wat een stupide onderwerp. Hoe kom je erbij? Maar ik wilde het gewoon. Dit wil ik. Heb ik een rechtvaardiging voor? Nee. Dit is mijn bijdrage aan het redden van het klimaat.
Maar ik ben niet van plan om als een klimaatgoeroe of als priester het volk te mengen, om met z'n allen het klimaat aan te pakken. Dat mogen anderen voor mij doen. Dus nogmaals, ja, ik denk dat het hartstikke tof is. En ik zou nogmaals, geef mij die macht. Ik heb niks tegen de macht. Ik heb het graag, die macht. Maar ik ben dus niet bereid om mijn eigen leven op te offeren om die macht te verkrijgen. Jean zegt nog, nogmaals als je opmerkingen hebt, vragen, laat maar komen. Jean zegt nog, fijne uitleg, dank, dat is goed om te horen. VK Siemens zegt, maar je aan jezelf verwerken vergroot wel je ondergang, in dit geval van het klimaat. Ja, het is absoluut zo. Hè. Dus hoe minder ik aan het klimaat doe, hoe groter de kans wordt dat dat een grote ramp wordt. Maar ik denk niet dat mijn bijdrage dermate veel toevoegt dat het de rampen dan te ontwijken is. Bovendien is het zo dat de echte ramp pas in 2100 komt. Dus ik kan me beter druk maken over mijn eigen sterfelijkheid. Kijken of ik een onsterfelijkheidsmachine kan bouwen. En dan zorgen dat ik er überhaupt nog last van krijg van die klimaatramp. Dan daadwerkelijk die rampen op te lossen. Nog een heel andere vraag. Bent u gevaccineerd, Joost van der Rij? Ja. Ik hou van vaccinaties. Vaccinatie stelt hem geen reet voor. Het is voornamelijk een zoutoplossing die ze inspuiten met amper iets erbij. Mocht je van homeopathie houden, het is gewoon een soort homeopathie vaccinaties. Waar staat NLP voor? NLP staat voor neurolinguistisch programmeren. Dat is eigenlijk hypnose om je brein te programmeren, zodat je slimme dingen gaat doen. U bent de beste. Nou, dankjewel. Maar we gaan terug waar wij mee bezig waren. Namelijk die paradox. We hadden dus die drie groepen. De laatste mens, dat is alle gezapige mensen. De hogere mens, dat zijn er maar een paar. En de ubermens, dat is helemaal niemand. Dat komt later pas. En er is dus een paradox in de zin dat de hogere mens wel macht wil, maar geen zin heeft om een eigen leven op te offeren voor die macht. En dat dus alle macht bij de laatste mens zit en dat die laatste mens ook al zijn ze individueel gezien bange zwakkelingen, slapjanussen, slaapwandelende zombies, feitelijk gezien, omdat ze een groep vormen onder leiding van een priester, zijn ze in staat om heel veel macht uit te oefenen. Dus dat betekent dat je prima elitair bezig kan zijn, zolang je maar realiseert dat je daarmee geen macht krijgt. Dat als je macht wil verzamelen in het leven, dat je priester moet worden of politicus of influencer voor de massa. Maar dat als je, in mijn beleving, als je een mooi leven wil, dan is het slim om te kiezen voor dat hogere mens. Dan ga je je leven mooi maken, in plaats van dat je macht gaat verzamelen. Dan krijg je een prachtig leven, maar misschien niet de hoeveelheid macht die je eigenlijk zou willen. Dus tot zover mijn verhaal over Nietzsche en de Übermensch. En waarom, nogmaals, Nietzsche met zijn verhaal over die hogere mens wel wel iets neer heeft gezet wat erg misbegrepen is, verkeerd begrepen is, omdat iedereen denkt dat die hogere mens, dat dan ook de machthebbers zijn, maar daar is dus geen sprake van. Overigens wil ik nog één leuk verhaal vertellen over het hele boek. Dat is namelijk dat, hoe kijken ze naar elkaar toe? Hè? Dus we hebben de hogere mens, die zit boven in de berg, die is aan de berg aan het beklimmen. Dat bergbeklimmen is ook heel zwaar en saai en naar en eenzaam. Dus Nietzsche schrijft ook op een gegeven moment, dan kom je de laatste boom tegen, de boomgrens, kom je de laatste boom tegen. En dus dan ben je in je eentje, het is koud, je hebt honger, je lichaam doet pijn van het klimmen. En dan heb je ook nog een keer de allerlaatste boom die je nog gaat tegenkomen. Ja, dat is allemaal heel triest en zwaar en vervelend. Maar je hebt één groot voordeel. Je kijkt vanuit een heel ander perspectief vanuit de berg naar het moeras, dan de mensen die in het moeras zitten naar jou kijken op de berg. Want hoe kijken de mensen uit het moeras naar de berg? Die kijken tegen jou op. Als ze jou willen zien, dan kijken ze, moeten ze naar boven kijken. En dat is ook de reden waarom Nietzsche zegt, die mensen hebben last van, in het Engels heet het resentment. Dat is een soort wraakgevoel, maar het is niet, ik wil kijken wat Google Translate ervan zegt. Resentment. Rancune, dus dat is ook een mooi woord inderdaad, rancune. Dus die mensen die in het moeras wonen, die hebben een soort rancune, want die hebben het gevoel, we moeten de hele tijd tegen jou opkijken.
Hè, Joost, jij doet alsof je allemaal zo goed bent, dat je allemaal zo goed weet, dat je alles in je hoofd zo goed geprogrammeerd hebt. Ik word hartstikke moe van je. Ik vind je maar een arrogante lul. En dat voedt een soort rancune gevoel, waardoor die mensen eigenlijk ook mij van die berg willen aftrekken en mij een kopje kleiner willen maken en dan zeggen, kijk, en nou hebben we weer een mooie plek aangewezen. Nou hebben we weer mooi laten zien dat je net zo'n eikel bent als ons allemaal. Jean, ja, kom je nog eens terug op Nietzsche? Ja, hopelijk is dit is weer Nietzsche met de rancune. Maar ik ben ook aan het afronden, want ik ben al anderhalf uur bezig en mijn brein wordt ook gaar. Ondanks dat ik een fantastisch mooi gehypnotiseerd brein heb, kan ik dit ook maar een bepaalde tijd volhouden. En dus die massa, die kijkt de hele tijd op tegen die mensen, die eenzame klimmers op die berg. Nou, je bedoelt er nog een nieuwe aflevering over Nietzsche. Ja, die kans is groot, want ik ben Nietzscheaans filosoof. Maar dat wordt niet volgende week, want volgende week moet ik de hele week training geven. En volgende week zijn dan wel elke ochtend, nou niet elke ochtend, maar een aantal ochtenden, hebben we een livestream vanaf de training. Dus dan is het meestal tussen 10 en 11 uit mijn hoofd op de woensdag, de donderdag, de zaterdag, de zondag en de maandag. Hebben we allemaal een uitzending van 10 tot 11 ochtends hier op de stream. Over invloed vergroten en andere manieren waarop je met NLP en hypnose jezelf kan beïnvloeden. Dus als de vraag was, komt Nietzsche nog eens terug? Dit is overigens al de tweede stream over Nietzsche. Er is ook hier, als je gaat naar faculteit Wijsbegeerte, artikelen. Dan zie je hier alle streams die we hebben gehad. Hè, dan heel veel die we al gehad hebben. Dan zie je hier nog eentje over Nietzsche. Dit is meer algemene inleiding over Nietzsche. Dus die zet ik ook eventjes in de link. Dan kan je daar meer zien over Nietzsche. Hey, maar terugkomend op... Hoi, Jong Big Boss. Deze man denkt dat hij leraar is. Nou, ik ben geen leraar. Ik vind leraren super suf. Maar ik ben een trainer. En ja, dat is gewoon mijn vak. Dus daar kan ik ook niks aan doen. Daar kan ik wel iets aan doen, mee stoppen. Maar dat vind ik super leuk om te doen. Dus dat blijf ik nog even doen. En dus als je een hekel hebt aan trainers, dan moet je hier niet kijken, want dit is training. Maar dus die mensen, die laatste mensen, die kijken de hele tijd op tegen die hoge mensen. En dat geeft rancune. Daar krijgen ze een slecht gevoel van. En dat zorgt ervoor dat ze die mensen naar beneden willen halen en een kopje kleiner willen maken. Nou, ik weet niet of je mij op Facebook gevolgd hebt, maar mocht je mij volgen op Facebook, dan zie je dat er een hoop mensen op Facebook zijn die... hoe zeg je dat? Die mij een kopje kleiner willen maken. Die mij even een arrogante eikel vinden. En die mij wel eventjes willen laten zien dat het allemaal anders in elkaar zit. Nou, dat lach ik altijd hard om. Shaila stemt voor een filosofische kerstavond special. Ja, volgens mij heb ik met kerst ook van alles te doen. Dus dat gaat het ook niet worden. Maar een leuk idee, maar dat wordt het niet, denk ik. Dus die laatste mens, die krijgt rancune gevoelens, die wordt boos, die heeft de zin om de hogere mensen in elkaar te stompen, want die kijkt er tegen ze op. Maar andersom, en dat is dan de eindconclusie, is het zo dat die hogere mens vanuit die berg neerkijkt op die laatste mens. Dus ik kom heel vaak over, als ik heel lullig doe over die laatste mens, dat is natuurlijk ook zo, maar dat komt ook omdat ik neerkijk op die mensen. Maar dat neerkijken is dan weer heel ambigu. Dat neerkijken is dus enerzijds dat ik maar vind dat ze domme dingen doen. Dat is ook zo. Maar vooral dat vanuit mijn perspectief bovenop die berg, dat ik letterlijk naar beneden moet kijken om die mensen die vastzitten in het moeras onderaan de berg, om die te kunnen zien. Dus je krijgt dan het verschil tussen de laatste mens die opkijkt naar de hoge mens en de hogere mens die neerkijkt op de laatste mens. En dat is denk ik een prachtige eindconclusie om Nietzsche's idee over de Übermensch te vertellen. Nogmaals, de Übermensch valt buiten dit verhaal, maar heel vaak wat mensen denken dat over de Übermensch gaat, gaat feitelijk gezien over de hogere mens. Want dat is wel, de hogere mens is wel iets wat Nietzsche zag zichzelf natuurlijk als hoger mens. En dat zei ook van, dit zijn ook echt mensen die echt bestaan. Dat zijn wel echt realistische beelden. Je kan wel hoger mens worden. Je kan nooit een Übermensch worden, tenzij je jezelf ombouwt tot cyborg en allerlei computersystemen in je hoofd bouwt.
Je kan wel een hoger mens worden. En nou, als je geen hoger mens bent, dan ben je heel waarschijnlijk het laatste mens. Vragen, opmerkingen? Ik ben klaar met het gedeelte wat ik wilde verklappen. Cranny Almere zegt, weer veel van geleerd. Dankjewel Joost. Nou, graag gedaan. Ja, ik doe het met heel veel plezier. En ik ben blij dat je iets geleerd hebt, want ja, dan kan ik met een gerust hart zeggen dat ik alsnog iets getraind heb. Want als je het niet leert, dan heb ik het niet getraind. Fekasim zegt, mooie stream, thanks. Nou, graag gedaan. Thomas Soeno, Joost, bedankt weer, je doet het goed. Nou, ook thanks. Magisch om dit te horen. Nou ja, nogmaals, we hebben ook echt iets wat NLP Magic heet. Ik denk ook dat Nietzsche heeft ook, dat is wel leuk. Nietzsche heeft ook volgens mij een hele hoop magische verwijzingen. Hij probeert natuurlijk zo sprak Zarathustra, probeert hij de Bijbel na te doen. Althans, hij probeert zijn eigen Bijbel te schrijven. Maar het zit natuurlijk ook vol met verwijzingen naar magie toe. Dus wat dat betreft heb je, hoe zeg je dat? De spijker op de kop geslagen met magisch om dit te horen. En ik ben blij dat dat overgekomen is. Thomas Zuna zegt, ja, niet te veel complimentjes, anders voelt hij nog echt een ubermensch. Nou, dat ik, nogmaals, ja, ik vind het een goede opmerking hoor. Ik ben het helemaal met je eens en terecht. Maar ja, mijn hele wezen is dus overtuigd van het idee dat wij mensen nooit ubermensch kunnen worden. En dat ik pas ubermensch kan worden tegen de tijd dat ik daadwerkelijk als cyborg rondloop. Ja, dus een van mijn plannen was om zo'n kunsthart in te laten planten. Een vriendje van mij die is hoofd cardiologie Leiden Dorp. Dus daar hadden we een beetje een grapje gemaakt. Van, die zei, zodra die kunstharten goed genoeg zijn, dan laat ik gewoon mijn echte hart vervangen door een kunsthart. Maar dat is nu voor het eerst gedaan in Nederland. En toen heb ik iets geleerd wat dan weer heel erg onaantrekkelijk maakt. Want wat blijkt dan? Dan loopt er gewoon een leiding uit je lijf. En dan heb je een doosje batterijen aan de buitenkant geplakt zitten. En dan moet je om de 4 tot 8 uur, moet je de batterijen van je kunsthart vervangen. Nou, dat buis uit je, hè, zo'n grote buis die uit je buik komt. Dat is natuurlijk hartstikke naar en pijnlijk. Dan moet je heel erg schoon houden. En dat je batterijtjes nog moet vervangen van je eigen hart. Dat lijkt me ook heel onhandig. Dus ja, zo zie je alweer. De kans dat ik een ubermensch ben is extreem klein. En ik sowieso niet nu. Maar ik hoop toch nog dat er ooit een keer een kans komt om mezelf om te bouwen tot cyborg. Maar die kans acht ik heel erg klein. Dank, interessant. Nou, goed om te horen. Cranny gaat lachen. Hier is wel een goede opmerking. En sweatshirt 999, wel erg breindenkgericht. Ja, dat is typisch voor filosofie. En mag ik dan tegenvragen, of dat is een opmerking, mag ik dan een vraag stellen aan sweatshirt 999? Hoe had je het anders willen hebben? Dus ik ben het met je eens hoor. Het is geen verwijt, het is ook geen tegenspraak. Ik ben gewoon benieuwd hoe dit anders had gekund. We hebben enigszins over gevoel gepraat, over het gevoel van willen. Hè? Dus dat kwam van een klein beetje. Dat als je als hoger mens iets hebt van, ik geef nooit rechtvaardigingen voor mijn gedrag. Het enige rechtvaardiging, of het enige wat ik zeg als mensen om rechtvaardiging vragen, is dit wil ik. En dat willen, dat is natuurlijk voornamelijk een gevoel. Gecombineerd met de inhoud dat je weet wat je wil, maar de wilscomponent is het gevoel. Het lichaam geeft ook veel informatie, heeft geheugen en zo. Ja, absoluut. Hè. Ze hebben muscle memory en we hebben een paar hersencelachtige cellen in het hart zitten. En heel veel hersencelachtige cellen in onze buik zitten. Maar dat betekent alleen maar dat laat zien hoe ingewikkeld het is om een hart te laten kloppen. En hoe moeilijk het is om eten te verteren. En we krijgen absoluut informatie. Hè. Er wisselt alle kanten informatie uit. Dus het geeft aan wanneer we honger hebben en dat soort dingen. En als wij bedenken, oh, dit is eng. Dan gaat ons hart sneller kloppen en zo. En vice versa. Dus er is inderdaad ook heel veel informatie. Desalniettemin is het zo dat... Nogmaals, het is heel theoretisch, hè? We hebben dat nog nooit in het echt gedaan. Maar dat je in principe zou je het hoofd kunnen afhakken en dan kunnen zorgen dat er genoeg bloed met vloeistof, met zuurstof en voedingsstoffen het brein inkomt. En dan heb je het rest van het lichaam niet nodig. Ben je dan heel veel informatie kwijt? Ja, absoluut. Dan ben je heel veel informatie kwijt. En het is ook, hoe zeg je dat, als je een jong, gezond lichaam hebt, ook een heel slecht plan. Maar je ziet, ik ben gelukkig nog heel gezond, maar ik ben wel ouder aan het worden.
En ja, uiteindelijk leven we 80, 90, 100 jaar, misschien 110. Maar ja, hoe leef je dan? Ja, een oud kreupel mannetje. Maar je gaat de kans dat je 140 wordt, 144, dat is mijn eerste doel, is heel klein. Dus als ik al die fantastische dingen die met het lichaam komen, als ik die moet opgeven om 140 te mogen worden, dan doe ik dat graag. Maar dat is mijn persoonlijke keuze. En als je me vraagt, Joost, waarom dan? Dan zeg ik, omdat ik het wil. Nog andere vragen, opmerkingen of zijn we klaar voor vandaag? Dan dank ik jullie voor je komst. Nogmaals, komende week woensdagochtend, donderdagochtend, zaterdagochtend, zondagochtend en maandagochtend zijn er allemaal van 10 tot 11 uitzendingen. Van 10 tot 11, 10 tot half 12. Dan zijn het namelijk gewoon live beelden van de trainingen. Ik geef op woensdag een invloedsvergrote training. Dat gaat over hoe manipuleer je medewerkers in organisaties. Op donderdag is er een master practitioner. Gaan we allerlei manieren vinden om mensen te hypnotiseren. Zaterdag en zondag gaat het over rijk worden op de beurs. Beleggen en speculeren. En op maandag is er een practitioner groep. En dan doen we taalpatronen. Hoe kan je communiceren om zaken te verhelderen. Dus mocht je dat willen zien, tussen 10 en 11 vindt dat plaats, 10 tot half 12. Voor nu zijn we klaar. Dank jullie allemaal voor het kijken. Mocht je me nog niet volgen, dan volg me graag. Hey, Teammaster XXL22. Leuk dat je nog even op het einde erbij bent. Je hebt het net allemaal gemist, want we zijn net klaar. Oh, er is toch nog een vraag. Nou. Lady Tena Super, ik heb een vraag over filosofie. Shoot. Ik krijg eerst nog van Teammaster XXL22. Vind je blanke mensen de Ubermensch? Nee, geen zin. Ik heb net anderhalf uur uitgelegd dat de Ubermensch nog helemaal nooit bestaat. Dat is namelijk de toekomst. Dat is de opvolger van de mens. En dat kan waarschijnlijk, naar mijn, ik gok, maar dat is een gok, hè? Dat is mijn inschatting. Is het of de kunstmatige intelligentie. Of een cyborg. Maar een cyborg is een soort vorm van kunstmatige intelligentie. Dus nee, blanke mensen zijn geen ubermensen. Dat is een hele domme gedachte van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. En daarmee zaten ze juist helemaal fout. Daar zaten ze niet eens bij de hogere mens, maar bij de laatste mens die een slap aftreksel was van hoe mensen horen te zijn. Ja, dat kan je jammer vinden. Ik ben er heel blij om. Lady Tena Super zegt, Ubermensch is toch van de nazi's. Nou, de nazi's hebben dat misbruikt. Maar die hebben het helemaal verkeerd gebruikt. Dus ja, dat heb ik net toevallig anderhalf uur uitgelegd waarom de nazi's dat niet deden. De nazi's, de Ubermensch is gewoon echt de opvolger van de evolutie. Nogmaals, of kunstmatige intelligentie, of een cyborg, een mens volgebouwd met computeronderdelen. Maar de term is bedacht door Nietzsche in 1870. Dat is dus 60 jaar voordat de nazi's ermee aan de haal gingen. De nazi's hebben die term wel misbruikt. Maar die hebben het helemaal verkeerd begrepen. Mocht je het interessant vinden, kijk de stream nog een keer. Want dan kan je precies zien waarom dat niet zo is. Teammaster XXL22. Ik vind Lionel Messi de Ubermensch. Nou, hij kan allerlei dingen die de meeste mensen niet kunnen, maar desalniettemin is hij nog steeds heel erg menselijk, al te menselijk. VK Simic, hoe groot acht je de kans dat AI een bewustzijn zal kunnen krijgen? Nou, AI, de huidige AI-systemen krijgen geen bewustzijn. Uiteraard is er een kansje dat het kan, maar dat is een heel klein kansje. Ik zou zeggen kleiner dan 0,00001% kans. En waarom? Omdat onze brein gewoon heel anders gebouwd is dan onze huidige computersystemen. Het digitale computersystemen zoals we nu kennen, is extreem onwaarschijnlijk dat die een bewustzijn kunnen vormen. Maar wetenschappers zijn ondertussen al bezig andere soorten computersystemen te bouwen. Bijvoorbeeld proberen ze nu een computersysteem te bouwen van hersencellen van ratten. En als je een computer bouwt met hersencellen van ratten, nou, ratten hebben ook een bewustzijn. Hè? Die kunnen dingen zien, die kunnen dingen visueel herinneren. Die kunnen dingen voelen. Kunnen nog niet praten, maar kunnen wel, hebben wel een bewustzijn. Ja, als je echt lukt om een computer te bouwen van rattencellen, van rattenhersencellen, dan is het zo dat die wel een bewustzijn kan krijgen.
Dus ik denk dat dat nog, als we super geluk hebben, nog 30, 40 jaar duurt. Maar dan hebben we echt super geluk. Maar waarschijnlijk is dat, nou, 100 jaar, misschien 200 jaar, misschien 300 jaar in de toekomst. En ook ervan uitgaan dat er geen klimaatramp is die onze technologische ontwikkeling stopt. Sweatshirt 99, je wilt niet stoppen. Nee, ik vind het super leuk dat er nog vragen zijn. Maar ik vind het ook belangrijk om alle vragen te beantwoorden. Teammaster XXL, ik wil alle boeken lezen in de kast achter je. Nou, dat kan, want die zijn allemaal aan te schaffen. Dus zullen we dat eens eventjes, dat linkje erin plaatsen. Want ik heb 21 boeken geschreven. Die staan toevallig in de kast achter me. Dat wist je waarschijnlijk niet, maar dat is het toeval dat het wel wil. En we hebben er gewoon een mooi winkeltje voor. Dus ga lekker op zoek naar het boek wat je als eerste wil lezen en schaf het aan en dan hoor ik het graag. Oh jee, deze kost zoveel tijd. Ben je nog steeds aan het streamen? Ja, ik probeer afscheid te nemen van jullie, maar er blijven maar commentaar komen. Dit zijn streams op hoog niveau. Ja, dat is, nou dank, ik ben het mee eens. Wat is mijn UIQ? Kijk, Pillenmeister. Hoi Pillenmeister, leuk dat je er bent. Ik heb ooit een keer een IQ-test gedaan, maar die heb ik kapot gemaakt. Dus ik moest voor een of ander assessment, moest ik binnen 10 minuten een paar 100 vragen beantwoorden. En na 7 minuten zei ik, de vragen zijn op. En toen zeiden ze, dat kan niet. Dat hebben we gewoon veel te veel vragen en niemand kan het in 10 minuten afmaken. Ik zei, ja, toch gedaan, sorry. En toen zei ze, nou, dan heb je gewoon heel veel fouten gemaakt. Maar toen heb ik het nagekeken en dan bleek er inderdaad 2 fouten in te zitten op een paar 100 vragen. Maar van eentje hadden we allerlei testen. Dat was nog in de tijd dat we alles op papier deden. En die hadden ze continu onder de kopieermachine gelegd, waardoor ik moest kiezen van welke van deze 4 plaatjes hoort er niet bij. Maar die waren alle 4 waren die zwart. Dan zei ik, ja, daar kon ik niet uit kiezen. Dat ik verkeerd gekozen heb, dat is nogal virus. En de andere was, dan moest je van die 4 woorden kiezen, welk woord hoort er niet bij. En daar zat het woord leger bij. En zij vatte leger op als een leger van soldaten met militairen. En ik heb het opgevat als leger, als het nest van een haas. En dan bleek ik toch gelijk te hebben. En in het eindrapport, ik heb het nog steeds, ik heb het niet hier, ik heb het op kantoor liggen waar de trainingen zijn. Maar ik heb het rapport nog steeds en zeggen ze, ja, intelligentie vinden we niet belangrijk. Maar Joost, dat konden we niet meten. Dus ik heb een IQ van onmeetbaarheid. Wat vind je het allerleukste onderdeel van je werk? Het allerleukste onderdeel vind ik live trainingen geven voor hele grote groepen. Nest van een haas. Ha, ha, ha. Ja, dat is ook grappig, maar dat is toevallig ook echt een leger. Mooi, dan ben ik nu eindelijk door alle opmerkingen heen. En dan ga ik snel afscheid van jullie nemen om te voorkomen dat jullie nieuwe opmerkingen gaan verzinnen. Alleen maar om mij aan het streamen te houden, want daar hebben we geen zin in. Iedereen bedankt. Ik zie jullie hopelijk de komende week 's ochtends terug tussen 10 en 11. Doeg!